Dan nu vanavond de vierde en laatste lezing in de serie 500 jaar geschiedenis, waarin we met Maarten van Rossum de opkomst van de westerse welvaart bekijken. Maarten van Rossum vertelde ons al eerder over de uitvinding van de stoommachine, hoe de stoommachine toepassing vond in de stoomtrein en hoe Europa de wereld begon te veroveren en koloniale grootmacht werd. We gaan deze week horen hoe het verder ging. Maarten van Rossum behoeft een hele kleine introductie, denk ik. Hij is emeritus hoogleraar geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij ging in 2008 met pensioen en is gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Zijn boek wordt ook achterin weer verkocht deze week. En na afloop zal hij signeren. Dus voor wie dat leuk vindt. Dan nu graag een heel hartelijk applaus. Dank u wel. Gedwongen met pensioen, kan ik later om het even te zeggen. Ja, u weet dat de universiteit geen enkele vorm van structureel ouderenbeleid heeft en volgens mij het ook niet wil hebben. Hoe minder ouderen, hoe beter. Ja, misschien zijn ze ook wel minder in de wetenschap dan jongeren, dat weet ik eigenlijk niet precies. En ja, boek achterin, ik signeer het graag, maar het is een essay. Ja, je moet niet te ambitieus zijn. Wat is een boek? Dat begint ergens bij 100 bladzijden, eindigt het essay, begint het boek. En dan loopt het boek van 100 tot ongeveer 350 pagina's en dan daarboven is het nog wel een boek, maar is het te dik. Ja, als je boodschap niet kwijt kunt in 350 pagina's, dan moet je het gewoon niet doen. Daar zou ook uitgeverij een stuk strakker in moeten zijn. Ik wil nou geen kinderachtige opmerkingen maken over die drie biografieën van die koningen, maar ze zijn bij elkaar 2100 bladzijden, hè? Voor drie zulke eikels. Nou, goed, wie weet zijn ze prachtig, ik heb ze nog niet gelezen, dus misschien zijn ze hartstikke mooi. Ik was eigenlijk een klein beetje vergeten waar ik was blijven steken vorig jaar en vorige keer. Vorig jaar, de vorige eeuw. En ik dacht dat ik al wel had medegedeeld dat de sedentaire indianenpopulatie in Zuidoosten, in het zuidoosten van de huidige Verenigde Staten, dat die eigenlijk volledig verdwenen was in 1700, dat die mensen simpelweg waren uitgestorven of uitgemoord, grotendeels uitgestorven aan al die ziektes die de Europeanen meebrachten. Ik weet niet of ik ook al heb gezegd dat eigenlijk alle Indianen die op de Caribische eilanden wonen het niet overleefd hebben. Die Arawaks waarmee Columbus kennis maakte, die waren in het begin van de 19e eeuw totaal verdwenen. Er is niets meer over van de oorspronkelijke bevolking van de Caribische eilanden. En ook natuurlijk in grote delen van Zuid-Amerika is de Indiaanse bevolking de facto verdwenen, behalve daar waar die bevolking zeer grote aantallen omvat, hè, zoals in Midden-Amerika en deels ook aan de oostkust van Zuid-Amerika. Dus in de Andes en zo, in Peru, daar is nog een hele omvangrijke oorspronkelijke bevolking aanwezig die ook de oorspronkelijke taal nog spreekt. Wat het prima deed in Noord- en Zuid-Amerika, ik weet niet of ik dat ook al had gezegd, maar goed, dat waren, was de Europese veestapel. Zo rond 1700 denkt men, niemand die ze geteld heeft, dat begrijp je ook wel, dat er ongeveer 50 miljoen totaal verwilderde koeien op de Pampa's woonden. Moet u zich voorstellen, 50 miljoen verwilderde koeien. En het leukste is eigenlijk dat ze heel snel in het proces van verwildering terugkeerden naar hun oorspronkelijke, laten we zeggen, trotse, koeiachtige houding. Hè? Niet meer die nerveuze, onderdrukte dieren waren die wij in de stal hebben staan, maar dat het echt, nou ja, ze leken allemaal sprekend op Spaanse vechtstieren. Zo moet u het zich ongeveer voorstellen. Waar natuurlijk een diepe tragiek in zit. Hè? Dat we al die dieren genetisch zo gemanipuleerd hebben dat het zulke onbeschrijfelijke, lamentabele sukkels zijn geworden. Hè? Die ons niet permanent in de poten bijten. Ja, waar kunnen we meer aan denken? Schapen, dat is eigenlijk wel het absolute dieptepunt wat we bereikt hebben op het punt van genetische manipulatie. Geiten kunnen nog wel intelligent kijken. Dat je denkt,
Ja, er zit meer achter dan je zo op het eerste gezicht. Maar schapen, dat is wel van een ongelooflijke, zeldzame droevigheid natuurlijk. Ja, ze hebben het zich aan laten doen. 50 miljoen verwilderde koeien. Er zijn nog steeds in Amerika, maar ook in het noorden van Mexico, grote hoeveelheden wilde paarden. En er is steeds discussie over nu ook weer wat er nou met die wilde paarden moet gebeuren. Want u begrijpt, regelmatig zijn er lieden die zeggen, nou ja, wat doe je met wilde paarden, die verwerk je in het kattenvoer. En dan komen de natuurbeschermingsorganisaties in het geweer. Schande, prachtige dieren en dat kun je toch voor het kattenvoer, dat is toch nergens voor nodig. Je kunt er vrijwel overal kattenvoer van maken. Maar... Ja, en dan worden er weer een aantal gevangen en tot kattenvoer verwerkt en dan is het weer voor een tijdje voorbij. Maar ze zijn er nog steeds, de zogenaamde mustangs, daar heeft u vast wel eens van gehoord als u zich met de cowboyfilm heeft bezig gehouden. Op den duur, vooral natuurlijk in de 19e eeuw, was er sprake van hele omvangrijke Europese immigratie in Noord- en in Zuid-Amerika, maar natuurlijk ook in Australië en in Nieuw-Zeeland. En je zou kunnen zeggen, dat is die term van Crosby, die ik misschien al eerder heb genoemd. Crosby is dat boek over het ecologisch imperialisme van Europa, dat er zodoende eigenlijk talloze neo-Europa's zijn ontstaan. Staten waar als u zou emigreren naar Nieuw-Zeeland, moet u even wennen aan de aardbevingen, maar dan daarna, nou ja, god, als u uit Groningen komt, hoeft u daar ook helemaal niet meer aan te wennen. Sterker nog, ik geloof dat ze daar vaker voorkomen dan in Nieuw-Zeeland, alleen zijn ze in Nieuw-Zeeland wat krachtiger van aard. Maar dan zult u dat, zult die samenleving heel gemakkelijk herkennen en als Nederlander, ja, u spreekt vloeiend Engels zoals u weet. Maar niet heus. Maar u bent in no time, bent u daar gewend. Zo goed als u in een Amerikaans middenklasse gezin zou u ook in no time gewend zijn. Een paar kleine eigenaardigheden, maar daar stapt u vrij snel overheen. Het is heel wat anders als u bij een dorp in Noordoost-Pakistan zou moeten integreren. Hè? Ten eerste bent u ongeveer 30 centimeter te lang. Dat is al punt 1. Ook in Amerika maakt u een lange indruk, kan ik u verzekeren. Ik was met een reisgezelschapje naar Detroit en Chicago. En het viel mij voor het eerst op in de museumwinkel. Dat je dat Nederlandse reisgezelschap zag je er gewoon bovenuit steken. He? Je zag iedereen, het hele Nederlandse reisgezelschap was een kop groter dan de modale Amerikaan. Hoe komt dat, dames en heren? Het heeft niets met dit college te maken. Dat komt door pindakaas en melkgebruik. Wij eten gezonder en meer in de juiste levensfase en daardoor zijn wij de allerlangste persoon op aarde. Pas tegen de tijd dat de lengte groei zou afnemen, dan is er in Nederland iets. En dat zijn we nog lang niet. In de 19e eeuw waren de Amerikanen de langste persoon op aarde. En ik begrijp al een klein beetje hoe dat kwam. Veel betere voeding dan in Europa. En nog, ik geloof 30, 40 jaar geleden waren de Scandinaviërs de gezondste personen. Of de langste personen en dus de gezondste personen op aarde. En nu zijn wij het. Wij zijn de langste personen op aarde en we hebben het snelste internet. Ik weet niet of die twee dingen iets met elkaar te maken hebben. Maar dat heb ik net gelezen, dat Netflix dat uitgevonden heeft. En ik moet zeggen, die cijfers leken mij wel vrij betrouwbaar. Neo-Europa's. Australië is een Neo-Europa. Nieuw-Zeeland is een Neo-Europa. Argentinië. Als u zomaar willekeurige plaatjes zou zien van het centrum van Buenos Aires, dat is een Europese stad. Zo klaar als een klontje. Het is in Argentinië, oké, maar het is een... Datzelfde geldt dus nogmaals voor de Verenigde Staten. Daar ziet het er een beetje armoedig uit voor West-Europese begrippen, maar je weet, het is in feite een volksplanting van West-Europa. In die zin natuurlijk, u leest allemaal sombere stukken in de krant over de aftakeling van West-Europa. Wij tellen niet meer mee. En vooral als je strategische denkers leest, dan moeten wij ook ons stempel zetten op de wereld. Dat hebben we al lang op beslissende wijze gedaan, dat hoeven we niet nog een keertje te doen. Kunnen we er direct bij zeggen. Maar West-Europa is, als je naar de wereld kijkt, natuurlijk ten eerste is heel West-Europa bij elkaar nog steeds de grootste importeur en exporteur ter wereld. De Verenigde Staten is een West-Europese volksplanting, enzovoort, enzovoort. U ziet, als je het even wat ruimer ziet, als je even de grote lens op de geschiedenis zet, dan telt West-Europa nog steeds volop mee.
En wat willen ze in China? Alles wat wij ook hebben. Pindakaas. En wintersport. Hè? Ja. Dat toch de welvaart daartoe toen geleid heeft. Dat is wel heel opmerkelijk natuurlijk. Tussen 1820 en 1930 zijn ongeveer 50 miljoen Europeanen geëmigreerd naar de neo-Europa's. Zoals u weet niet naar Afrika, want daar waren we veel minder bestand tegen de tropische ziektes als de inheemse bevolking. Dat is denk ik waarmee dit stukje afgesloten moet worden. Er is nog wel een stukje, maar dat zou ons alleen maar verwarren. Dus dat ga ik overslaan. Ook erg, hè? Maar ja, u weet niet wat ik oversla, is dat? Ja, heel lang moet ik u zeggen, sprak ik van papier en dan soms raakte ik een beetje op slag en dan dacht ik, oh jee, ik heb een stukje overgeslagen. En zei ik, neemt u me niet kwalijk, ik moet even terug, ik heb een stukje overgeslagen. Tot ik me realiseerde dat niemand wist wat ik over had geslagen. En dat ook niemand zijn vinger had opgestoken, meneer, u heeft een stukje overgeslagen. Hè? Ook niet. Je kunt er gewoon van bakken wat je wil. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Zo aan het begin van de 19e eeuw, want die is nu aan de orde, de 19e eeuw, zou je kunnen zeggen, had Europa eigenlijk al in allerlei opzichten zijn dominantie over de wereld gevestigd. En er waren eigenlijk in Azië, even afgezien van de binnenlanden van Afrika die nog verkend moesten worden, Mr. Livingstone, I presume, daar gaan we het verder niet over hebben. The Heart of Darkness is nog steeds The Heart of Darkness. Interessant genoeg, mocht u iets over Afrika willen opsteken, lees dan dat boekje. Het is een heel, heel dun boekje van Joseph Conrad. Dat heet The Heart of Darkness. En als u wil weten hoe het in Afrika toen was en nu nog steeds is, dan moet u dat boekje lezen, The Heart of Darkness. Ondanks Mandela. Ja, sorry dat ik even weer de zaken moet verstoren, maar ondanks Mandela. En als u het dan niet gelooft, als u denkt, ah, zo erg is het toch niet, dan leest u van Naipaul, Bend in the River. Dan weet u eens een beetje hoe het zit eigenlijk, denk ik. Ja, Europa had dus zijn dominantie over de wereld gevestigd. De enige die daar in Azië buiten waren gebleven, dat waren China, Japan en Korea. Misschien niet helemaal toevallig, nu ook hele succesvolle industrialiseerders of zich al heel succesvol geïndustrialiseerd hebbende. China had wel handel met Europa, maar China had natuurlijk ook om die Europeanen een beetje buiten de deur te houden, die handel met Europa zeer strak gelimiteerd. Je kon alleen met China handel drijven op sommige plekken in China en lang niet overal. En het probleem van de handel met China was eigenlijk dat China heel weinig behoefte had aan Europese spullen, zoals het van het allereerste begin af was geweest, terwijl Europa enorme behoefte had aan Chinese spullen. Wat natuurlijk steeds frictie gaf in de handelsbalans tussen Europa aan de ene kant en China aan de andere kant. En dat probleem was extra groot geworden in de vroege 19e eeuw, omdat de Engelsen aan thee verslaafd waren geraakt. Een hele merkwaardige verslaving, maar ze waren aan thee verslaafd geraakt. En die thee die kwam uit China. En dat betekende dat China, dat Engeland eigenlijk permanent een ingrijpend handelstekort met China had vanwege die enorme import van thee uit China. En dat moest gefinancierd worden met zilver. In China werd zilver gebruikt als de basis van de valuta. En de Engelsen hebben daarvoor een hele gewetenloze oplossing weten te verzinnen, want ze zijn begonnen met opium aan de Chinezen te leveren. Als betaling in zekere zin voor, nou, die opiumimport is aanvankelijk door de Chinezen oogluikend toegelaten. Dat had ook wel te maken met de steekpenningen die de Engelsen bereid waren te betalen. Maar tenslotte loopt dat fout. En dat loopt fout als de opiumimport in China sterk toeneemt en als de Engelsen hun belangstelling voor de Chinese thee verliezen, omdat ze zelf in India grote theeplantages zijn begonnen. Dus nu zat eigenlijk China met een permanent handelstekort met Engeland, wat de opium leverde vanuit India overigens. En op een goed moment hebben de Chinezen daar genoeg van gekregen, in 1839.
En toen hebben ze 20.000 kisten opium in beslag genomen. Met het devies, nu is het afgelopen. En de Engelsen vonden dat volstrekt onacceptabel. Ten eerste vanwege mogelijke reputatieschade, dat ze vernederd zouden worden, dat was punt 1 natuurlijk. En bovendien dachten ze bij zichzelf, dit is een moment om aan die handelsbelemmeringen die de Chinezen nou al die tijd hebben gehandhaafd, om daar een eind aan te maken. En zo leidt dat tot de allereerste opiumoorlog van 1839 tot 1842. En Engeland wint die opiumoorlog op zijn sloffen. De Chinezen zijn totaal en compleet kansloos. En dat leidt tot het verdrag van Nanking. En dat verdrag is van een enorme betekenis, omdat eigenlijk blijkt dat China en Engeland niet langer gelijkwaardig zijn aan elkaar. China is de onderliggende partij. China moet eigenlijk de condities die Engeland dicteert accepteren. In die zin, China is nooit bezet geraakt of zo, maar in die zin heeft ook China heeft zich moeten onderschikken aan de wil van de Europeanen. En een prachtig symbool van die Engelse superioriteit in die eerste opiumoorlog, dat is een oorlogsschip. Heel toepasselijk genaamd de Nemesis. En die Nemesis was een volledig van ijzer gebouwd oorlogsschip, aangedreven door twee stoommachines. Stoommachines van 60 pk. Het schip had 660 ton en het had 2 zware en 6 lichte kanonnen aan boord. Het was razendsnel, althans in vergelijking met zeilschepen. En die jonken, die Chinese zeilende jonken, waren volkomen kansloos tegen die Nemesis. De Chinezen noemden de Nemesis een duivelschip. En die jonken werden eigenlijk weerloos aan flarden geschoten. En dat is natuurlijk voor de hele brigade van de China-supporters, die altijd beweerd hebben dat China eigenlijk tot zo'n beetje 1800 zich op hetzelfde niveau bewoog als West-Europa, een zaak waar ze heel lastig omheen kunnen. Want het was natuurlijk niet zo dat Engeland sinds 1800 over de bekwaamheden was gaan beschikken om een dergelijk oorlogsschip te bouwen met stoommachines en een ijzeren voor de rest van ijzer gemaakt. Nee, je moet hier constateren bij die Nemesis, je moet constateren bij de eerste opiumoorlog dat China eigenlijk al eeuwen bezig was een enorme achterstand op te lopen, met name in technologisch opzicht, op West-Europa. Dat was natuurlijk eigenlijk al begonnen ergens in de 17e eeuw. Die achterstand was feitelijk al 200 jaar oud. Als die achterstand heel klein was geweest, had China immers moeiteloos die achterstand in kunnen halen. Hadden ze even moeten kijken, hoe bouw je zo'n schip van ijzer en hoe maak je die stoommachines, klaar is Casey. En dan hadden ze 10 jaar later ook een prima schip kunnen bouwen met 2 stoommachines van 60 pk. Zoals ze dat nu prima deluxe zouden kunnen. Ze komen even kijken en dan weten ze precies hoe ze het aan moeten pakken. En in dezelfde tijd dat de 3 bruggen bij mij in de buurt vernieuwd zijn, hebben de Chinezen een heel hoge snelheids spoorwegen net aangelegd. Hè? Waardoor je wel eens denkt, zou het ook niet handig zijn om de Chinezen voor die brug in Utrecht te vragen. Hè? Ja, ze rijden voor en 2 weken later is het klaar. Hè? Terwijl nu duurt het langer dan toen de oorspronkelijke brug gebouwd is. Dat op sommige punten vraag je wel eens af, is er eigenlijk wel enige vorm van vooruitgang? Op sommige punten ja, maar op andere punten niet zo verschrikkelijk eigenlijk. Het valt mij altijd op hoe in Nederland allerlei wonderlijke kleine klusjes, de aanleg van een rotonde, de vernieuwing van een bruggetje van Jan Doedel, dat maanden en maanden en maanden in beslag neemt. Hè? Waardoor je denkt, heeft dat dan met de cashflow van de aannemer te maken of zo? Of weten ze het gewoon niet meer? Ze naar Delft moeten bellen, ja, we hebben hier 2 stukken weg en daartussen zit een watertje en hoe we er overheen komen, we weten het niet meer. Hè? We hebben een doorwaadbare plek gecreëerd, maar dat is niet voldoende. Ja, de stand dankt per slotverrekening zijn oorsprong aan een doorwaadbare plek. Ja, dus van gelijkwaardigheid, zoals je nogmaals leest in die boeken hoe bijzonder China wel niet was. Van gelijkwaardigheid was ook in 1800 al geen sprake meer. En China had natuurlijk op het punt van de wetenschappelijke en technologische revolutie
ingrijpend en beslissend de boot gemist. En het heeft ze per slotverrekening een kleine 200 jaar gekost om, laten we zeggen, die boot alsnog terug te toeteren en ook aan boord te klimmen. En je zou kunnen zeggen, zelfs Japan, ook afgesloten van de buitenwereld, is door de Amerikanen, Commodore Perry, in de jaren 50 van de 19e eeuw ook gedwongen om zichzelf te openen voor handelscontacten met het Westen. Ja, dan komen we nu eigenlijk aan de 19e eeuw en ik wil u vooral duidelijk maken wat een ongelooflijk bijzondere eeuw dat is geweest. Een veel, veel bijzonderder eeuw dan de 20e eeuw, moet ik misschien tot uw teleurstelling zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Het zou mij ook verbazen als deze eeuw erin slaagde om de 19e eeuw qua bijzonderheid te passeren. Ik zal er zelf niet bij zijn, maar de jongeren kunnen misschien over een halve eeuw zo zeggen van... Wat me wel vaak opvalt, we zitten nu in 2013, dat er dan in de krant staat het proces van de eeuw. Dat je denkt, we hebben nog 87 jaar te gaan. Dat ze dat nu al weten ook. Hè? De uitvinding van de eeuw, of de politicus van de eeuw, of nou ja. Hè? Dat je denkt, nou laten we nou eens even afwachten. Hè? Ja. Ik zit dan met het probleem wat je over 2013 moet zeggen, want je hebt nog 3 weken te gaan. Misschien worden we nog door een asteroïde getroffen. Hè? Dan wordt dit toch wel een heel bijzondere eeuw. En ook een heel bijzonder jaar bovendien. En, nou ja, hoe dan ook. Een nieuwe wereld die ontstond in de loop van de 19e eeuw. Na 1850 kun je spreken van een enorme versnelling van de technologische ontwikkeling. En u herinnert zich, ik heb gesproken over die Great Exhibition... In 1851, waar de Engelsen eigenlijk triomfantelijk aan de wereld toonden wat zij tot stand hadden gebracht. De technologische revolutie van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw. Als ze dat ook gedaan zouden hebben 50 jaar later, in 1901, dan zouden ze eigenlijk al hebben kunnen constateren dat zowel de Verenigde Staten als Duitsland hen op technologisch en massaproductie technisch gebied... volledig voorbijgelopen waren. Engeland was al afgezakt eigenlijk naar de derde plaats. En je zou kunnen zeggen, ik zeg dat zonder enige schroom, dat de ruim 60 jaren tussen 1850 en het begin van de Eerste Wereldoorlog, kunnen we volgend jaar weer fijn gaan herdenken. Dat is ook het mooie van de geschiedenis, er is altijd iets te herdenken. Hè? Ja, mocht u ooit een column moeten schrijven, dan... Kijk je eerst even wat er 50 jaar geleden is gebeurd. En mocht het DNA, is ook niet veel zaaks. Dan doe je 100 jaar geleden. Ja, dat is altijd wel iets. En desnoods doe je 1000 jaar geleden. Er valt altijd wel iets te herdenken. Kan ik u verzekeren. Ja, de periode 1850-1914 is de grootste discontinuïteit in de menselijke geschiedenis. Als u het niet gelooft, dan moet u gewoon in de komende half uur goed luisteren. In 1850 was er geen sprake van elektriciteitsproductie. In 1900 was er reeds sprake van een omvangrijke elektriciteitsproductie. In 1850 was er geen sprake van elektrisch licht. In 1900 vanzelfsprekend wel. De elektromotor bestond niet in 1850. Ze hadden wel een vaag idee hoe het zou kunnen werken. Hoe je elektrische stroom in mechanische beweging zou kunnen omzetten. Maar... een elektromotor was er nog niet. De verbrandingsmotor, de moderne verbrandingsmotor, was er even min. Auto's had je niet in 1850. Het zou een wereldwonder zijn geweest als u in 1850 met een auto over het Domplein was gereden. Telefoon had je ook niet. Radio had je ook niet. Vliegtuig had je ook niet. De lopende band had je ook niet. Grootschalige staal- en aluminiumproductie had je ook niet. Al die dingen... zijn gerealiseerd in die 50 jaar na 1850. Nou, behalve dat vliegtuig dan 1903 alleen. Maar goed, zo. Je moet eigenlijk de lange 19e eeuw nemen. Hè? 1789, 1914. Zo kom je op de korte 20e eeuw. En hoe het met deze eeuw zou gaan, weet ik nog niet. Nou, misschien is die eigenlijk al voorbij. Hè? Dat zou heel goed kunnen. De ultrakorte 21e eeuw. Als we getroffen worden door een asteroïde. Als je kijkt naar de jaren 70, 80 en 90 zie je eigenlijk een eindeloze stroom van patenten. Soms werd een patent aangevraagd door
twee mensen min of meer tegelijkertijd op dezelfde soort van uitvinding. Heel veel van die uitvindingen die hingen eigenlijk een beetje in de lucht. Je leest nu eigenlijk elk weekend in zo'n beschouwing in die deftige kranten die u leest, dat dit tijdperk wel het tijdperk van de allersnelste technologische ontwikkeling is die we ooit hebben gezien. Dat is niet waar. Simpelweg is dat onjuist. Vrijwel onze hele samenleving berust in feite op technologie die in die periode 1850-1914 is ontwikkeld of is ontdekt, maar in ieder geval in embryo aanwezig was. Het enige wat niet in embryo aanwezig was, was de microelektronica, die gebaseerd is op de uitvinding van de transistor. Dat is 1947. Dat is de belangrijkste ontdekking eigenlijk van de 20ste eeuw. Naarmate je ouder wordt, raak je op de tel van de eeuwen kwijt. Ja, gaat u maar na. U bent waarschijnlijk gekomen in een trein. Nou, dan zou u er nog niet zijn, maar wie is met de trein gekomen? Nou, dat is een 19e eeuwse uitvinding, dat heb ik omstandig uitgelegd. En dan zult u nog een beetje zitten te pruttelen van elektrische treinen en zo. Maar u weet, dat is een uitvinding van Siemens. De eerste elektrische trams reden al in de 19e eeuw. Wie is met de auto gekomen? Zo. Nou, ook een 19e eeuwse uitvinding, hè, jaren 80. Ik kom er nog uitgebreid over te spreken. Het gekke is dat veel mensen kennelijk te voet zijn gekomen of met de fiets. De bus. Heeft u? Ja. U heeft zeker wel gezien dat we in Utrecht plotseling allemaal nieuwe bussen hebben gekregen. He? En van welk merk zijn die bussen? Mercedes-Benz. En wie is de uitvinder van de auto? Meneer Benz. We komen erover te spreken. He? Dus wat dat betreft sluit het goed aan. Het zijn wel bussen, geloof ik, die minder CO2 produceren. Daar had Benz toch helemaal zijn gedachten niet over laten gaan. Als u mogelijkerwijs met de fiets bent gekomen. De fiets in onze vorm is eigenlijk een heel recente ontwikkeling. Van de late 19e eeuw. Waarom ze er zo lang over gedaan hebben om een beetje een normale fiets te construeren. Dat blijft een raadselachtige zaak. Hè? Want tot halverwege de 19e eeuw had je alleen van die loopfietsen. Zoals je nu kleuters ziet, hè? Hoewel ze er vaak verrassend vlug mee zijn. Hè? Met die beentjes peddelen ze erop los. Dat je denkt, waar hebben die klote trappers eigenlijk voor nodig? Ja. Ja, is dat dus zo? Is het nu sneller dan ooit? En hebben we te maken met revolutionaire veranderingen? Helemaal niet. Hè? De meest revolutionaire verandering is dat u straks iets op het internet kunt opzoeken en dat u een mailtje kunt sturen naar een kennis. Maar u kon vroeger ook al een mailtje sturen, alleen moest u dat in een envelop doen en dan moest u dat in de brievenbus gooien. Dat kan overigens nog, zei ik dat ze in Utrecht de helft van alle brievenbussen hebben weggehaald. Zodat ik nu een hele expeditie moet organiseren om mijn post in een brievenbus te gooien. Hè? Ik heb al subsidie voor een elektrische fiets aangevraagd. Omdat ik er wel erg moe van word. Mocht u, vergelijk voor de aardigheid eens de wereld van 1800 met de wereld van 1900. En dan heb ik het niet over de Amazone-Indianen, want die hadden nergens nog iets van gemerkt toen. Maar het gaat mij om de mensen in West-Europa, of desnoods in de Verenigde Staten. In 1800 staat de mens veel dichter bij, zegt de technologie van het Romeinse Rijk of van de middeleeuwen, dan die staat bij de technologie van 1900. In 1900 is de wereld ingrijpend en totaal veranderd. Als u nog iets heel leuks wil lezen en waar u toch allerlei van op kunt steken, moet u van Alexandre Dumas de Graaf van Monte Cristo lezen. Dat boek is een bestseller van de vroege jaren 40 van de 19e eeuw. Als u het leest zult u direct zien dat de regels van de bestseller ondertussen niets veranderd zijn. Dat zou ook nu weer een bestseller worden, hè, als je het helemaal over zou pennen. En je zou het de Graaf van Beuningen noemen. Dan zou het weer een bestseller worden, tot je van plagiaat zou worden beschuldigd natuurlijk. Maar dat boek speelt zich volledig af in een wereld van zeilschepen
En kaarslicht en rijtuigen. En daar is in nog niets doorgedrongen van die totaal nieuwe wereld die met name na 1850 zou ontstaan. En het kantelpunt lijkt daar toch in hoge mate ergens halverwege die 19e eeuw te liggen. Misschien moet ik u nog, misschien heb ik dat al eerder gedaan, maar ik weet het, ik kan nooit in het onderwijs kwaad om iets te herhalen, zoals u weet. Onderwijs is in feite herhaling. Ja, dan moet ik nog een, ik weet niet of iemand van u invloed heeft op het Nederlandse onderwijsbeleid, maar ik heb een gouden tip. En dat is dat we, als we aan het nieuwe schooljaar beginnen, zo blijkt uit onderzoek, zijn de meeste leerlingen 30% van alles wat ze in het vorige jaar hebben geleerd vergeten. Dat is heel normaal, dat is een heel normale menselijke eigenschap. Maar daar wordt in het onderwijs geen enkele rekening mee gehouden. Wat je dus moet doen in het onderwijs is de maand september besteden aan de herhaling van wat je in het vorige jaar hebt gedaan. Dat is voor de stapelvakken, neem bijvoorbeeld wiskunde, scheikunde, natuurkunde, waar je nog iets moet weten van het vorige jaar, is dat van essentiële betekenis. Mocht u nog lesgeven, denk eraan. En als u veel betere eindexamenresultaten bereikt, stuur mij dan nog een gelukstelegram. Ja, ik weet dat het niet meer bestaat, maar u kunt een mailtje sturen. Je kunt hele leuke mailtjes sturen waarvan alles gaat bewegen en een vlaggetje gaat en een muziekje wordt gespeeld. Dat je denkt, oh, wat is dat toch fijn dat dat tegenwoordig kan. Dit moet wel de snelste technologische ontwikkeling sinds Sint-Jutemis zijn. Die uitvindingen natuurlijk van de tweede helft van de 19e eeuw rusten in allerlei opzichten op uitvindingen die in die eerste helft van die 19e eeuw waren gedaan, in het bijzonder op het punt van de elektriciteit. En laat ik een enkel voorbeeldje geven. Michael Faraday. Michael Faraday was eigenlijk degene die ontdekte hoe je van via elektrische stroom een mechanische beweging kon opwekken. En dat dat iets te maken had met een elektromagnetisch veld, al wist hij niet precies hoe het zat. Dat is pas verklaard, zeg een jaar of 40 later, door James Clerk Maxwell, die in feite een omvattende theorie van het elektromagnetisme heeft ontworpen, waarin al die verschijnselen aan elkaar gekoppeld werden en mathematisch keurig in een systeem werden ondergebracht. Daar volgde ook uit dat er allerlei elektromagnetische golfverschijnselen zouden moeten zijn die wij helemaal niet kunnen zien. U weet, wat wij zien is het, wat wij het zichtbare licht noemen. Maar er zijn alle mogelijke andere golven die wij helemaal niet zien. U zou er gek van opkijken als u vanavond de tv aanzet en dat u die tv-golven naar binnen zou golven. Hè? Dat u Jeroen Pauw per slot zo'n golf naar binnen zou rijden. Nou, ik ga er even uit dat u niet naar Umberto Tan kijkt. Flauw natuurlijk, hè. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar dat is toch inhoudelijk net weer even anders. Je ziet dat je op de televisie kun je uiteindelijk een niveau van vele lichtheid bereiken, waarbij eigenlijk ook de meubels en de gasten aan de bodem vastgeketend dienen te worden, omdat ze anders spontaan langzaam zouden opstijgen naar het plafond en daar zou ik blijven hangen. Dat was Faraday, ja. Dat was 1860 dat Maxwell met die theorie kwam. Een paar jaar later, 1869, kwam er een Rus, Mendeleev. En die heeft, als ik dat goed uitspreek, want mijn Russisch is niet best, die ontwierp het periodiek systeem der elementen. En eigenlijk is er aan dat periodiek systeem sinds die tijd niets wezenlijks veranderd. Sterker nog, hij voorspelde het bestaan van stoffen die men nog helemaal niet kende, maar die er wel moesten zijn als dat systeem van hem ook daadwerkelijk klopte. En het klopte. Nou, laat ik nu een aantal van die uitvindingen met u nalopen. Rond 1870 was elektriciteit wel bekend, maar er was nog geen elektrisch licht. Of u zou moeten denken aan de koolspitslamp, die werd wel in steden gebruikt, maar als u ooit een koolspitslamp aan het werk heeft gezien, dan weet u dat dat niet iets is wat u bijvoorbeeld op de kinderkamer regelmatig zou willen laten branden. He? Wie het niet weet, moet het maar even op de Wikipedia opzoeken wat een koolspitslamp eigenlijk precies is.
Want die vraagt een hoop onderhoud en het is brandgevaarlijk en ja, er is allerlei gedonde mee. Hoewel het een enorme bak licht geeft, dat moet er wel bij gezegd worden. Ik meen mij te herinneren dat de bioscoopoperateur in het Wageningen van mijn jeugd nog zijn film projecteerde door middel van een koolspitslamp. En dan geleidelijk aan, omdat hij altijd onder invloed van de jenever was, werd de film steeds minder en minder licht, zodat tenslotte alleen nog maar vage vormen in de mist zichtbaar waren. En dan riep de hele bioscoop unisono: Westland, je licht! En dan werd hij opgewekt uit zijn alcoholische stupor en dan zag je de hele zaak in plotseling een verblindend wit licht. Want als het goed brandt, dan geeft koolspitslicht verblindend wit licht. Het probleem van het elektrische licht was, dat begreep iedereen wel, het gloeidraadje. Het was eigenlijk wachten tot iemand zou uitvinden hoe je een gloeidraadje maakte wat langer leefde dan pak een beetje 10 minuten. Want allerlei mensen hadden wel een gloeidraadje gemaakt, maar het was of 10 minuten of het was een half uurtje, maar het gloeidraadje werkte nooit verschrikkelijk lang. Dus het idee hoe je het zou moeten doen was bekend, alleen het materiaal wat je moest gebruiken was niet bekend. En tenslotte heeft Edison, Thomas Alva Edison, misschien wel de grootste, ja, daar twijfel ik dan weer aan. Als het om het aantal patenten gaat, is Edison de grootste uitvinder aller tijden. Ik geloof dat hij zo'n 1000 patenten tenslotte heeft verzameld. Maar goed, we zullen zo aan een geheimzinnige figuur komen, niet zo geheimzinnig meer tegenwoordig, want zijn naam is bezig aan een ingrijpende revival, die misschien wel belangrijker is. Wel nu, Edison construeerde in 1879 een gloeilamp waarin een gloeidraadje zat van koolstofvezel en het ging erom of iets langer dan 10 uur zou kunnen branden. En dat ding dat brandde daadwerkelijk langer dan 10 uur. Was dat uiteindelijk de definitieve vorm van het gloeidraadje? Nee, want pas 30 jaar later is wolfram ontdekt als gloeidraad. En u weet, daar hebben wij eigenlijk het grootste deel van ons leven mee geleefd. Maar ook dat was eigenlijk meestal een vrij tijdelijke operatie. Want een normale gloeilamp ging toch na een maand of 3 caduc. Behalve op zolder als die maar 1 keer per jaar brandde. Om de Sinterklaas cadeautjes te verstoppen. En u weet, nu zijn ze verboden. De gloeilamp is verboden door de Europese Unie. We mogen nu alleen nog maar andere types van lampen. Dat zijn in feite gasontladingslampen zoals de... Dat hebben we hier, nou ja, daarom. Maar dit weet ik eigenlijk niet precies, dit is verboden, hè. Nou, zie ik het pas. Zeg, dit moet er wel uit hoor. Potverdrie. We zijn hier in overtreding. Dat is, want daar zijn er ook al een paar gesneuveld, dat kun je wel zien. Ze wachten tot ze allemaal kapot zijn en dan komen de ledlampjes in. Die ook geleidelijk aan, een beetje roze en dan groen en dan blauw en dan rood. En zo gezellig is dat eigenlijk. Hè? Dat je... Ik ben er gek op eigenlijk. Ook als je zit te lezen is dat zoiets fijns. Hè? Steeds zit je eigenlijk in 3 minuten net even iets ander licht. Hè? Echt heerlijk is dat. Ja. Dus dat heeft even geduurd voordat we de ware gloeidraad hebben. En u weet dat er nog steeds wilde geruchten zijn dat Philips eigenlijk altijd beschikt heeft over een gloeidraad die in principe 3000 jaar mee zou kunnen. Maar die hebben ze niet op de markt gebracht omdat het dan niet zinvol zou zijn om gloeilampen te produceren. Want dan zou je al heel snel, ja een beetje, dan zou geen vervangingsvraag zijn. Dus al heel snel zou je uitgeproduceerd zijn. Ik heb nooit overtuigend bewijs gelezen dat zoiets bestaat. Maar u weet dat het hoort tot die ruime voorraad aan paranoïde waanvoorstellingen die ook in onze samenleving nog aanwezig zijn. Eigenlijk was de grote betekenis van Edison niet die gloeidraad. Want als Edison die gloeidraad niet had uitgevonden, dan had iemand anders het op vrij korte termijn ook wel gedaan. Edison begreep dat je niks had aan een gloeilamp als je die gloeilamp niet aan kon sluiten op elektriciteit die uit de muur zou komen via een draadje en die ergens opgewekt zou zijn. En eigenlijk heeft Edison een totaalpakket ontworpen van elektriciteitsopwekking zodanig dat je die gloeilamp ook kon laten branden.
En hij heeft al direct, met name in Manhattan, een soort elektriciteitsfabriek, centrale noemen wij dat, gebouwd met stoommachines en dynamo's. Hij geloofde aan gelijkstroom, dat bleek niet de juiste weg te zijn, dat is wisselstroom. Ik heb begrepen dat er ondertussen weer hele interessante ontwikkelingen zijn die de andere kant op gaan, maar dat begreep ik zelf niet helemaal, dus dat ga ik u ook niet uitleggen. Maar ja, je moet alleen dingen uitleggen die je zelf ook hebt begrepen. Hè? Dat is ook een van de redenen dat zoveel scripties van studenten niet deugen. Want die leggen van alles uit wat ze niet begrepen hebben. Hè? En het gek genoeg merk je dan direct. In de krant merk je het ook direct, dat de journalist er geen bal van begrepen heeft. Hè? Dat je denkt, kan dat? Nee, dat klopt. Ze hebben het niet begrepen. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor dit type van dingen. Ja, geen krol begrijpen we allemaal natuurlijk, maar er zijn dingen die we weer niet begrijpen. De wisselstroomtechniek die is met name ontwikkeld, en daar kom ik aan deze figuur, Nikola Tesla. Die heeft geleefd van 1856 tot 1943, dat trof mij natuurlijk onmiddellijk, want ik ben geboren in 1943. En bij een of andere duistere reden is het genie van Tesla in mij gevaren. Sorry. Ja, dit moet u even schrappen uit de notulen. Maar wat me eigenlijk vooral trof is dat deze revolutie, deze technologische revolutie, dat die zo recent is. Dat die zo recent is dat de grootste theoreticus en uitvinder van wisselstroom, zaken en dingen, dat die gestorven is in het jaar dat ik notabene geboren ben. U zou het natuurlijk kunnen tegenwerpen, ja, je wordt ook zo verrekt oud dat moet haast wel, maar het ligt dichtbij. De wereld die de wereld gecreëerd heeft waarin wij leven, die wij als volkomen vanzelfsprekend beschouwen, ligt betrekkelijk dichtbij. Goed, Tesla. Tesla was heel anders. Edison had geen formele mathematische of natuurkundige scholing gehad en Tesla keek diep neer op Edison, want Tesla had dat wel gehad. En die begreep ook, laten we zeggen, hoe de zaken waar hij het over had, theoretisch in elkaar zaten. Terwijl Edison, die prutste gewoon door tot het ging draaien. Ook een methode, maar Tesla's methode was beter. Tesla is de ontwerper van de eerste wisselstroommotor in 1887. Een elektromotor is eigenlijk een doodsimpel ding. Een elektromotor is eigenlijk gewoon een magneet die draait in een elektromagnetisch veld. Dat is heel simpel. Het is ook, ja, het is, als ik er nu door u gedwongen eentje zou moeten ontwerpen, dan zou dat niet lukken. Maar het basisprincipe is in ieder geval aan de simpele kant. Je kunt trouwens ook een gelijkstroommotortje maken en u weet zelf, als u even nagaat de spulletjes thuis, dat vrijwel overal zit een elektromotortje in. En uw auto die moet toch regelmatig doorgesmeerd en behandeld en beaaid en zo worden. Maar een elektromotor gaat min of meer eeuwig mee zonder dat u er enige vorm van onderhoud aan heeft. Ik zou maar zeggen, zelfs bij de ventilator stort eerst het ventilatording zelf in elkaar. Maar het elektromotortje is vaak nog heel bruikbaar. Maar dat gooi je dan toch weg. Wij gooien natuurlijk van alles en nog wat weg. Ja, en zo begint eigenlijk, maar hou 1887. De jaren 80 van de 19e eeuw zijn misschien wel het meest creatieve decennium wat in technisch opzicht ooit heeft bestaan. Ik zal u er zo verder op attenderen. En daarmee start de elektrificering van de samenleving. Dat zou je kunnen noemen op termijn de stopcontactrevolutie. Stel voor dat u straks thuis komt en Door geheimzinnige dieven zijn al uw stopcontacten gedemonteerd en dichtgesmeerd met kalk. He? Ja, wat dan? Dan bent u in alle denkbare opzichten de klos, wat zelfs de centrale verwarming gaat uit. Er zit allerlei elektrische apparatuur in. Alles gaat uit. U wordt in feite in één klap teruggeworpen naar de late middeleeuwen. He, ik hoop dat u weet hoe je een geit moet melken, want ook de... Je bent echt volledig de sigaar. Vrijwel alles wat we thuis doen is afhankelijk van elektrische stroom. Dat heeft u ook wel gemerkt in de afgelopen jaren, omdat we door de privatisering van de elektriciteitsleverantie hebben we tegenwoordig 3 forse stroomstoringen per jaar. Vroeger bestonden die niet.
Maar nu heb ik dat zelf gehoord van een directeur van een elektriciteitsmaatschappij. Die zei van ja, kijk, we kunnen daar geen geld aan verdienen zonder 3 forse stroomstoringen per jaar. Dus ik weet niet of u thuis een vrieskistje heeft met zo'n half varken erin. Ik zou het zo snel mogelijk opeten. Hè? Want het hoeft maar 4 uur uit te gaan en ik doe dat kistje open en oh jee. Dan komt dat varken niet zozeer naar buiten gewandeld, maar wel naar buiten gestroomd. Dat we dat accepteren is overigens onbegrijpelijk, maar van de privatisering lijken we wel eigenlijk alles te accepteren in plaats van gewoon de zaak weer terug te draaien. Goed, de stopcontactrevolutie en de essentialiteit van. En je hebt ook hele grote elektromotoren, je hebt ook hele piepkleine elektromotortjes. De schaal van de motor maakt eigenlijk betrekkelijk weinig uit. Daarmee komen we aan het slotakkoord van de stoommachine. En het slotakkoord van de stoommachine is het ontwerp van de stoomturbine. Dat is het werk van Charles Parsons, een Engelse wiskundige. Ook iemand die wist hoe het werkte in feite. En het zal u niet verbazen dat de uitvinding van de stoomturbine van 1884 is. Weer de jaren 80. Wat is een stoomturbine? Een stoomturbine is eigenlijk een hele reeks van turbines die steeds verschillende soorten turbinebladen hebben en die steeds optimaal gebruik maken van, laten we zeggen, de afkoeling van de stoom die er aan het begin van de turbine ingespoten is. Zo werkt het ongeveer. Je moet maar eens een plaatje opzoeken van een stoomturbine. En stoomturbines bleken veel en veel efficiënter dan stoommachines. En bovendien is hun toerental, nou, ik wil niet zeggen onbeperkt, maar een stoommachine kan vrij snel lopen. U heeft nog dat lollige machientje voor 2 weken geleden gezien. Hè? Dat liep nog vrij hard eigenlijk. Maar een stoomturbine kan in principe duizenden en duizenden toeren maken. Dat is helemaal geen probleem. En ook bij de stoomturbine, de eerste turbine was eigenlijk vrij klein. En die bleek ook min of meer onbeperkt opgeschaald te kunnen worden. Je hebt tegenwoordig turbines van zo'n 2 miljoen pk. En ik heb eigenlijk geen precies idee waar onze elektriciteit hier vandaan komt. Is er iemand die weet wie deze elektriciteit levert aan ons? Zijn dit Franse kerncentrales? Of zijn dit Duitse bruinkoolcentrales? Of komt het van de groene stroom die bij die watermolen in de Kromme Rijn wordt opgewekt? Wist u dat niet? Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ja. Niemand weet waar onze stroom van hier vandaan komt. Wat zegt u? Het wordt allemaal bij elkaar gemengd, zoals goedkope wijn. Zoiets. Ja, ik heb geen idee, maar het is wel interessant natuurlijk. Want heel veel van onze stroom wordt nog steeds opgewerkt met behulp van stoomturbines. Dus in die zin is de stoommachine, die is er nog steeds, alleen in een zeer geavanceerde, mathematisch verantwoorde vorm. In 1894 bouwt Parsons, om te laten zien waar zijn turbine toe in staat is, een turbineschip, een door 3 kleine stoomturbines aangedreven schip. De Turbinia, een originele naam. En als aardigheidje verschijnt hij met die Turbinia op de vlootdagen van de Engelse marine. En daar wordt hij wel achterna gezeten door marineschepen, maar die kunnen hem niet inhalen met de Turbinia, want die kon 64 kilometer per uur varen toen. Dat kan ik u verzekeren, voor een schip knap snel. Ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk op de Loosdrijkse plassen van die vandalen die harder gaan, ongetwijfeld, maar het was toen voor een behoorlijk schip poepie snel, daar kwam het. En de Engelse marine was diep, diep onder de indruk van dat stoomturbineschip. En al in 1906, misschien wel aardig, dit is de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, begonnen de Engelsen aan de bouw van een totaal nieuwe generatie oorlogsschepen. En het eerste van die oorlogsschepen was de Dreadnought, gebouwd in 1906, tot dodelijke schrik van de Duitse marine. En de Dreadnought was uitgerust met een stoomturbine. Overigens zijn de meeste grote schepen tegenwoordig uitgerust met stoomturbines, of waar worden die mee aangedreven eigenlijk? Ja, moet u ook af. Door dieselmotoren, ja. Door hele, hele, hele grote dieselmotoren die wel 100.000 pk kunnen produceren.
En hoe zou dat komen? Dat komt simpelweg omdat de dieselmotor de meest efficiënte aandrijving vormt. En dus in feite de goedkoopste aandrijving vormt. Ik zie dat ik al bar en boos over mijn tijd heen begin te lopen. Klopt dat? Ja. Had u niet behoefte om even te kuchen? Wilt u even kuchen? Ja? Ja, u wilt wel even kuchen. Misschien is ook het zuurstofgehalte geleidelijk aan iets gedaald. Gaat u maar even kuchen. Dan gaan we zo door met de eerste auto. Zien staan en die leeft ook nog steeds. Dus, In principe ga je niet dood aan 220 volt wisselstroom, bij mijn weten. Of 230. Het hangt er een beetje vanaf, geloof ik, hoe de. Maar als je heel klein bent en als je op een metalen plaat staat, dan is de kans wel iets groter, geloof ik. Maar. Ja, wat ik u al zei, ik heb mijn zuster ooit sinds onder stroom zien staan en ze heeft het overleefd. En ze was toen nog lang niet, had ze het volume wat ze nu heeft. Dus. Ja, ik bedoel, je moet alle wetenschappelijke gegevens moet je erbij geven natuurlijk, want anders weet je niet hoe het zit. En ik weet, ja, het zal u wel opgevallen zijn dat met het ouder worden vaak het volume toch onvermijdelijkerwijs enigszins toeneemt. Hè. Mannen beginnen meestal zo uit te dijen na hun 35ste. En bij vrouwen kan het even uitgesteld worden, maar het moment komt onvermijdelijk altijd een keertje. En als ze dan weer heel sterk beginnen te vermageren, dan is er ook iets mis. Maar daar hebben we het nu niet over. Ja, de eerste auto had ik u aangekondigd. Een ontwerp van Carl Benz. En wanneer? Van wanneer is het ontwerp? Van 1886. Het was een Ile driewieler. Als u ooit naar het Mercedes-Benz Museum gaat in Stuttgart, wat ik u warm kan aanbevelen, als u iets om auto's geeft en... Ja, je hebt tegenwoordig heel veel mensen die naar het schijn niets om auto's geven, maar ik hoor tot de generatie voor wie de auto nog een magisch voorwerp was van enorme, ook psychische betekenis. Als u dat nog steeds heeft, ga dan naar dat museum, want er is veel moois te zien. Het was een Ile driewieler met een relatief moderne viertakt motor. Verbrandingsmotoren bestonden al enkele tientallen jaren. Maar die werkte meestal op kolengas en zonder compressie. En dan draaiden ze wel, maar dat kon wel stationair kon het wel enig nut hebben. Maar als aandrijvingsmechaniek was dat volstrekt onvoldoende. Wat noodzakelijk was, was benzine, wat een hoge energiedichtheid heeft aan de ene kant. En compressie van het mengsel wat aangestoken moet worden aan de andere kant. Toen ze dat allemaal door hadden, toen begon de verbrandingsmotor lekker te lopen. En de meest efficiënte verbrandingsmotor is tot op de dag van vandaag de dieselmotor. Ook hier moet ik een beroep doen op iedereen die misschien enige vorm van politieke of regeringsmacht heeft. De systematische discriminatie van de dieselmotor door de Nederlandse fiscus is echt van een zo wanhopig stemmende achterlijkheid, hè, dat je niet begrijpt dat zulke dingen mogelijk zijn. We lullen de hele dag over zuinigheid en groene energie en ik weet al niet wat. Een dieselmotor is over, ten eerste leeft een dieselmotor zeker 2 of 3 keer zo lang als een benzinemotor. Dat is punt 1, dus je hoeft geen nieuwe motor te construeren. En punt 2 is dat die over die hele levenscyclus 15% zuiniger is dan een normale benzinemotor. En bovendien, ik zeg het er maar even bij, om u zelf te overtuigen, het rijdt veel lekkerder, hè. Een dieselmotor rijdt op zijn koppel en niet op zijn vermogen. Dat is een enorme nuttige zaak. Dus bent u nog niet overgeschakeld? Doe het morgen. Dit, ja, ook in verband. Ik bedoel, ik schaar me hier volledig achter Rutte. Ga eens een auto kopen. Ja, hij schijnt zelf een oude saap te hebben. Dat begrijp je dan weer niet. Ik bedoel, hij zou het goede voorbeeld kunnen geven door elke dag. Nee, niet elke dag natuurlijk, maar door in ieder geval elk half jaar een nieuwe Audi te kopen, bijvoorbeeld. Ja, die motor, die dieselmotor, waarom is die overigens zoveel efficiënter? Omdat die een veel hogere compressie heeft dan een benzinemotor. Ongeveer 2 maal zo hoog als een benzinemotor en daarom noemen we een diesel ook wel een zelfontbrander. Hij heeft geen bougie, het mengsel ontbrandt in principe als gevolg van de verhitting door de gigantische compressie.
En dat is ondertussen allemaal weer veel geruislozer en efficiënter en beter geworden dan het ooit geweest is. U zou ervan opkijken als u een dieselmotor van 50 jaar geleden aan het werk hoorde vergeleken met een dieselmotor van dit moment. Overigens, de echte doorbraak van de auto, dat heeft wel even op zich laten wachten. Die vindt eigenlijk pas plaats met de T-Ford. De T-Ford is een ontwerp van 1908 en de T-Ford is vanaf 1913 en daar schuilt eigenlijk de crux van de ontwikkeling in aan de lopende band gebouwd. De lopende band zelf bestond al lang, namelijk in slachthuizen. Er komt een heel varken binnen en u weet, er gaat geleidelijk aan worden alle onderdelen van het varken worden gedemonteerd. En eigenlijk is het verschil tussen een varken en een auto niet bijzonder groot. Want de lopende band van de auto, daar worden de onderdelen er niet uitgehaald, maar juist ingezet. En als u ooit in de, ga eens een keer kijken in een autofabriek, is ook heel erg leerzaam. Dan ziet u nog deels het werk is overgenomen door robots, maar er werken nog heel wat mensen. En verdomd, na een half uurtje heb je een hele auto eigenlijk. Het is ongelooflijk werkelijk hoe het kan. Je begrijpt eigenlijk niet dat ze nog zo duur zijn. Tenminste, dat is dan mijn conclusie uit de zaak. De lopende band, ja. Dat is een zaak van eminent belang geweest. Want door de lopende band kon de productieprijs enorm dalen. En de uurprijs van de arbeiders werden per uur veel beter betaald. Zodat tenslotte Ford de allereerste fabrikant was. Waarbij in feite de arbeiders ook in staat waren om dat ding wat ze maakten, de T-Ford, om die ook zelf te kopen. Voor die tijd, zeg maar zeggen tussen 1900 en het zo'n beetje het begin van de Eerste Wereldoorlog, had je al geweldige auto's, razendsnel, die al 150, 160 kilometer per uur liepen, maar het waren gigantische bakbeesten. Het was eigenlijk speelgoed voor de rijken. Ik was laatst in dat Lauwman Automuseum daar in Leiden, daar moeten we voor de aardigheid eens gaan kijken. En het zijn prachtige auto's, maar ze kostten ook toen een vermogen. Ze waren volstrekt onbruikbaar voor de massamotorisering. Al waren het Hispano Suiza, Isotto Fraschini, het zijn fantastische auto's. Het zijn ook dat die namen ook niet meer bestaan. Hè? Wat heb je tegenwoordig? Kia Sorento. Daar word je altijd een beetje somber van. Hè? Kia's. Waarom zulke kulnamen? Dat begrijp ik niet. Waarom niet gewoon Kia 3? Dat lijkt mij wel handig, eerlijk gezegd. Zoals bij Mazda bijvoorbeeld. Ja, dan gaan we een aantal uitvindingen even snel doorlopen. Want ik ben zoals gewoonlijk natuurlijk enigszins gepresseerd door de tijd. In de jaren 70 werkte Alexander Graham Bell, van oorsprong een Engelsman, maar in Amerika gaan wonen, aan de verbetering van de telegraaf. En eigenlijk in de loop van dat verbeterproces ontdekte hij hoe je de menselijke stem in principe zou kunnen omzetten in een elektrisch signaal. En daarmee had hij vanzelfsprekend de telefoon uitgevonden. Eerst over enkele tientallen meters, maar al snel over grotere afstanden. En u weet waar de telefoon toe geleid heeft, namelijk tot een vorm van zeer ingrijpende verslaving bij een groot deel van de bevolking. Wie kent niet die lollige scènes bij de Chinees van twee mensen die daar zitten te eten en die allebei zitten te bellen. Ja, en dan hoop je nog maar dat ze met elkaar bellen. Maar je bent bang dat dat niet zo is natuurlijk. En ja, u bent in het algemeen denk te oud om nog aan telefonie verslaafd te raken. Ik hoor altijd mijn moeder zeggen, maak het niet te lang, daar is die telefoon niet voor. He? Werd u ook nog zo opgevoed? De telefoon nam je op, ja, met Maarten, ik kom om 13:02. Dag, ponk. He? Dat je dan een half uur lang wezenloos ging zitten ouwe hoeren, dat kwam helemaal niet in vraag. He? Hoe was het ook alweer? Ja, de PTT, de Nederlandse PTT, vroeg na de oorlog aan het kabinet Drees of ze wat meer mochten investeren in de telefonie. En ja, had de regering geantwoord, de telefoon was geen consumptief apparaat. Dat hadden ze wel vrij ingrijpend verkeerd gezien. Hè? Nou ja, ik zwijg nog wat je verder al niet tegenwoordig met de telefoon kunt doen vanwege de microelektronica. Ja, zo vond hij in 1876, nou ja, je zult zeggen dat was nou niet in de jaren 80, maar toch wel bijna in de jaren 80, vond hij de telefoon uit.
En in 1886, alweer de jaren 80 toch, ontdekte Heinrich Hertz, een Duitse natuurkundige, langs experimentele weg die radiogolven die Maxwell eigenlijk al had voorspeld, maar die experimenteel nog niet waren aangetoond. En waarmee natuurlijk de mogelijkheden nog weer aanzienlijk groter werden, want tal van apparatuur, hoe werkt die mobiele telefoon van nu, dat werkt met onzichtbare radiogolven. Hè? U zou ervan schrikken als u ineens tante Truus over de golf binnen zag komen lopen op uw mobiele telefoon. Sterker nog, u zou het apparaat waarschijnlijk onmiddellijk wegdoen als zulks het geval was. 10 jaar later heeft Marconi die technologie gebruikt voor een draadloze ontwerp van een draadloze telegraaf. En in 1901 slaagde hij erin om met die draadloze telegraaf telegrafische boodschappen over de Atlantische Oceaan te zenden. En gek genoeg was men aanvankelijk eigenlijk, vond men de telegraaf prima. Men had helemaal niet zo'n verschrikkelijke behoefte aan de telefoon. Veel mensen zeggen, waar is er nou voor nodig? We hebben de telegraaf al, dat kan ook. Maar goed, geleidelijk. En de telefoon was ook aanvankelijk, zoals veel van deze technologieën, wat voor de auto gold, gold ook veel voor die andere technologieën, het was vaak nog ontzettend duur. De aanleg van telefoon thuis was ontzettend duur. Aanvankelijk werd het alleen gebruikt voor mensen die de beursberichten nodig hadden. Nou, laten we over deze groep verder zwijgen, maar die had je vroeger ook. In ieder geval, zoals je ze ook nu nog steeds hebt. Die ook bereid zijn te betalen voor zeer snelle en accurate berichtgeving. Daar is de vorige burgemeester van New York nog schatrijk van geworden, van zeer snelle, zeer accurate zakelijke berichtgeving. Informatie is macht, dat geldt in feite nog steeds. In 1909 krijgt Marconi de Nobelprijs voor zijn uitvindingen. En achteraf moeten we zeggen, was dat eigenlijk niet terecht. Alle patenten waarop deze zaak gebaseerd was, waren eigenlijk van Tesla. Daar is heel erg lang over geprocedeerd. En in 1943, in het jaar van zijn dood, kreeg uiteindelijk Tesla van de Amerikaanse rechter die patenten toegewezen. Maar u weet, ja, de Nobelprijs was toen al verleend en hij ging dood en doden winnen nu eenmaal niet de Nobelprijs. De fotografie. Ja, het begint eentonig te worden. De eerste foto was al gemaakt in 1826. Als je maar weet hoe het zit, dan u kunt u zelf ook thuis een heel leuk cameraatje bouwen als u dat wil. Daar kunt u hele lollige foto's mee maken. Dat kunt u bouwen van karton en zilverpapier. U zult zeggen, hoe weet je dat nou? Omdat ik het zelf gedaan heb. En ik kan u verzekeren, als ik het kan, dan kunt u het zeker. En u bouwt een doosje, een zwart doosje, doet u met dat zilverpapier, plakt u en dan prikt u een heel klein gaatje in. En daar kun je met gevoelig papier kun je daar een foto mee maken. En veel beter dan u denkt. U zit natuurlijk nog een beetje besmuikt te lachen, maar het kan echt, ik zweer het u. Ja, de eerste foto was dus al in 1826 gemaakt, maar u begrijpt, niet iedereen had zin om zelf een camera in elkaar te zetten en de belichtingstijd is lang. Ik heb dit experiment eens met kinderen gedaan, zelf een cameraatje bouwen en ik zei nog, als je een foto van jezelf moet maken, moet je wel een tijdje stilzitten. Ja, ik kan u verzekeren dat veel kinderen daar moeite mee hebben. Dus het waren vrij spookachtige opnames die wij vervaardigd hebben. In 1888, weer de jaren 80, vervaardigde George Eastman de eerste Kodak-camera. Ach jee, dat prachtige bedrijf is op de fles gegaan. En die had voor die tijd vrij korte belichtingstijden en gebruikte bovendien rolfilm. Aanvankelijk moest je de hele camera naar de fabriek sturen als de film vol was. En later kwamen ze op het lumineuze idee dat je beter alleen het rolletje kon sturen. Maar ook de moderne camera is dus voor iedereen toegankelijke camera, is van de jaren 80 van de 19e eeuw. De eerste Z-machine, een ontwerp van een meneer Mergenthaler, een Duitser die in Amerika werkte, is van 1886. En zo kunnen we dus nog wel even doorgaan. U weet, Edison heeft ook een soort grammofoon uitgevonden, de fonograaf, maar dat was nou bepaald niet de handigste uitvinding, want met name het
recordingmechaniek, hoe moet je dat zeggen, opnamemechaniek, dat werkte niet goed. Dat was een soort wasrol. En de meneer Berliner had een schellakplaat ontworpen. En dat bleek eigenlijk een veel betere oplossing. Ondertussen hebben we al heel iets anders, maar het gaat om het idee. En tenslotte zijn we gaan vliegen. In 1903 ontwierpen de gebroeders Wright voor het eerst een vliegtuig. De eerste vlucht was, weet ik veel, 30 of 40 of 50 meter of zo. Het stelde niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar 6 jaar later vloog Blériot met een vliegtuig over het kanaal. He, dus die ontwikkeling is eigenlijk razend snel gegaan. Als u denkt dat de Jumbo van 1969 is, trekken er 3 jaar van af. In 63 jaar van dat wonderlijke ding met die houtje touwtjes en dat papier en zo naar de Jumbo. Dat is toch een, he, daar ziet u aan hoe snel zo'n ontwikkeling. In feite binnen 3/4 eeuw, niet waar, na een vrijwel perfect product. Want dat was de Jumbo in allerlei opzichten. De gebroeders Wright, dat is wel nuttig om nog even te signaleren, waren fietsenmakers. En je ziet eigenlijk dat in de late 19e eeuw juist de fietsenmakers, dat waren de belangrijkste, meest creatieve prutsers die er waren. En u denkt natuurlijk dat die gebroeders Wright, dat van die lui zijn waren die net een bandje konden plakken, maar ze hadden eigenlijk dat hele vliegprobleem hadden ze serieus aangepakt en serieus bestudeerd. En vandaar dat ze ook tenslotte succes hadden. U heeft vast wel eens die afschuwelijke foto's gezien van lui die dachten dat ze een efficiënt vliegapparaat hadden ontwikkeld, waarbij je bijvoorbeeld gewoon met je armen moest klapperen. Heb je nooit dat filmpje gezien van die man die dacht dat hij van Eiffeltoren af naar beneden ging vliegen? Ja? Ja, sommige knikken bedrukt van ja. Want inderdaad, hij valt eigenlijk stijl naar beneden. Dan heb je nog net de tijd om te denken, het is mislukt. Niet best. Ja, fietsenmakers. Net zo goed als rijtuigbouwers ook allemaal overgeschakeld zijn op het bouwen van auto's. Je had aanvankelijk in de eerste auto-industrie tientallen kleine autofabrieken. Goed, dan nog 2 problemen waar ik vrij kort over zal zijn. En die eigenlijk allebei ook wezenlijk waren voor datgene wat er gebeurde in de tweede helft van de 19e eeuw. En dat is de grootschalige staalproductie aan de ene kant en de productie van stikstof, van ammoniak aan de andere kant. Die staalproductie, dat was een enorm probleem. Eigenlijk in de eerste helft van de 19e eeuw is de staalproductie nog een betrekkelijk kleinschalig proces waarbij de handigheid van de arbeiders een belangrijke rol speelde. En gietijzer, wat op grote schaal werd geproduceerd, was eigenlijk voor allerlei doeleinden volstrekt ongeschikt, want gietijzer is zeer breekbaar. Wat u misschien nogal weet, als u toevallig een gietijzeren hekje heeft of een ander van gietijzer vervaardigd iets, dat is. En hoe komt het dat het zo breekbaar is? Omdat het veel te veel koolstof bevat. En de kunst was eigenlijk om de koolstof eruit te krijgen. Want alleen bij een heel laag koolstofpercentage krijg je staal. Namelijk iets wat flexibel is en buigbaar is. En waarbij je dus ook ingewikkelde constructies kunt bouwen. Denk aan het staalskelet, waarbij ook een zekere flexibiliteit van het materiaal van essentiële betekenis is. En dat is uiteindelijk ontworpen, dat proces is hoe je dat moet doen, is ontworpen door meneer Bessemer. En die blies in feite, ik zeg het nu heel simpel, zuurstof door het gesmolten metaal. Dat bleek nog, daar moest nog van allerlei mee geëxperimenteerd worden. Maar nadat ze dat enige tijd hadden gedaan, was het mogelijk om op grote schaal staal te produceren. En het tweede punt, dat is eigenlijk het gebrek aan meststoffen. Wat in de loop van de 19e eeuw ontstond. Men had een enorm gebrek aan stikstof. En dat stikstof hebben planten nodig om eiwitten te vormen. En nu zult u waarschijnlijk zeggen, ja, er is toch stikstof zat. Ja, want 80% van onze dampkring bestaat uit stikstof. Maar die stikstof in onze dampkring, die is bij normale temperaturen en bij normale omstandigheden inert. Je kunt er niks mee. He, dus we hebben hier een hal vol met stikstof en zonder een industrieel proces kun je er geen
ammoniak van maken. En dat was in de landbouw een enorm probleem. Dat probleem is tijdelijk opgelost door enorme hoeveelheden vogelstront die uit Zuid-Amerika kwamen. Wij noemen dat meestal guano, dat klinkt sympathieker dan vogelstront, maar het is gewoon vogelstront. En die vogels hadden dat daar, zonder dat ze dat zelf wisten natuurlijk, metersdik hadden ze dat geproduceerd in de loop der eeuw. Jamie, och, dat is dat vreselijke kathedertje wat ze hier hebben. Ja, ik ben al blij dat het niet hier staat, hè. Want het wiebelt namelijk uit zichzelf. Ja. Op een of andere manier is het gevoelig voor de draaiing van de aarde. En nog gekker is aan dat paaltje wat erbij, ja, ik kan niet later dan u iets over te zeggen, daar zitten twee ringetjes aan. En niemand weet waarom. Waarschijnlijk om een geit aan vast te leggen. Hè? Dus als je als docent met een geit binnenkomt, dan denk je, oh, waar moet ik maar, oh ja, natuurlijk, die leg ik even vast aan de katheder. Hè? Ja, de Universiteit Utrecht staat voor niks. Ja, guano, dat hebben ze allemaal weggeschept en dat, daarvan waren de voorraden, dat zult u begrijpen, die waren in principe eindig. Het was enige haast bij om een industrieel proces te ontwikkelen waarmee je ammoniak zou kunnen maken. Of dan zou je min of meer onbeperkt dat spul kunnen maken. Tegenwoordig wordt er over 100 miljoen ton ammoniak per jaar gemaakt ten behoeve van de productie van meststoffen. En dat proces, de ontdekking van dat proces, is het werk van een Duitse chemicus genaamd Fritz Haber, die in 1909, sorry dat het niet in de jaren 80 is, maar ja, je moet dat een beetje ruim nemen, had ontdekt dat je met onder zeer, zeer hoge druk en met behulp van een katalysator kon je uit de dampkring of uit de lucht stikstof binnen en in ammoniak omzetten. Op zichzelf een wezenlijke uitvinding. Als dat niet was uitgevonden, schat men dat ongeveer 20% van de huidige bevolking op betrekkelijk korte termijn de hongerdood zou sterven. Ja, bijvoorbeeld de Chinezen, toen ze begonnen aan hun industrialisatieproces in de late jaren 70, hadden ze dat deels gedaan op basis van het feit dat ze 10 jaar eerder 14 reusachtige ammoniakfabrieken hadden gekocht in het Westen om hun landbouw in feite te voorzien van de voldoende hoeveelheden kunststof. Die Fritz Haber is een enorm interessante en tragische figuur die in de Eerste Wereldoorlog gewerkt heeft aan gifgassen. En dat is hem door allerlei mensen gigantisch kwalijk genomen. Hij meende dat dat de beste manier was om zijn vaderland te dienen. Ja, zijn vrouw was er enorm tegen. Die heeft zelfmoord gepleegd omdat hij ermee doorging. Lees er maar eens wat over, hè, want hoe weeg je eigenlijk iemand die er aan de ene kant voor gezorgd heeft dat een groot deel van de wereldbevolking in leven blijft door middel van de agrarische productie, maar die aan de andere kant een bijdrage heeft geleverd aan de gifgasproductie in de Eerste Wereldoorlog. Dat valt nog niet mee. U begrijpt dat die ammoniak, die kan ook prima gebruikt worden, hè, voor springstof, voor de productie van springstof. Het werkt twee kanten op, hè. Als u zelf zin heeft om terrorist te worden, u weet hoe dat moet. U verzamelt een bepaalde hoeveelheid dieselolie, overal vrij verkrijgbaar. En u verzamelt stikstof en dan moet u dat in de juiste hoeveelheden mengen. En dan heeft u nog een detonator nodig en daar kun je de meest gruwelijke dingen mee doen. Ja, dat die terroristen daar ook niet op komen, dat... Ja... Ik bevond mij toevallig vandaag in het buitengebied van Utrecht en daar zag ik zo'n transformatorstation waarbij twee van die hoogspanningsleidingen iets met elkaar doen. Ja, een soort verloving, weet ik wat je ervan maken wil. En nou ja, dat staat daar gewoon in het weiland met een hekje niet hoger dan deze tafel. En dan denk je, als ik nou toch een terrorist was, hè, dan blies ik het op. Vaak zeg ik ook in kleine kring, wat een zegen dat ik geen terrorist ben. En dan moet ik met wat ik nu zeg dus al lelijk uitkijken. Hè? Want de NSA luistert mee op die installatie waarmee dit opgenomen wordt. Daar ben ik van overtuigd. Op dit moment beginnen in Washington alle bellen te rinkelen. Rode lampen flitsen aan.
U zult morgen horen, Obama is teruggeroepen. Ja, wat was dat een stom vervelende plechtigheid, zeg. Jongen, jongen, sorry. Ja, en zo raak ik aan mijn conclusie. Dat is nog een hele eind, maar we gaan het proberen. Wat kunnen we nou concluderen uit dat hele verhaal wat ik heb gehouden? Laten we het startpunt nemen, 1500. En laten we het eindpunt nemen, dus 1900. Nogmaals, wat er in de vorige eeuw is gebeurd, dat is belangrijk, maar niet zo belangrijk als velen denken. In 1500 waren de economische verschillen in de wereld eigenlijk klein. De rijkste gebieden in China, de rijkste gebieden in de islamitische landen, de rijkste gebieden in West-Europa hadden allemaal ongeveer hetzelfde product per hoofd. Er waren wel kleine verschillen, maar de verschillen waren niet groot. China was in 1500 verreweg de grootste economie. Ongetwijfeld ook verreweg de best georganiseerde economie. De economie van West-Europa was vergeleken met China was dat een dwerg. En nu gaan we 400 jaar verder. We zijn nu in 1900. En alles, maar dan ook alles, is anders geworden. West-Europa heeft een groot deel van de wereld veroverd. Zo'n 80% van het oppervlakte van de planeet. West-Europa en de Verenigde Staten hebben een industriële revolutie achter de rug. Alleen Japan lijkt daartoe ook in staat te zijn in het Verre Oosten. De rest zou pas veel en veel later erachteraan komen te sukkelen. De Europese dominantie drukte zich ook uit in die neo-Europa's waar we het over gehad hebben. De Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland. En de vraag is natuurlijk van waar deze spectaculaire transformatie van eigenlijk de hele machtsverhouding in de wereld. En machtsverhouding zowel op economisch gebied als op technisch gebied als op cultureel gebied. Op alle denkbare gebieden was de West-Europese cultuur de dominante cultuur geworden. Of je dat nou leuk vindt, ja of nee. Dat hangt zonder meer samen met die industriële revolutie. Die aanvankelijk, daar hebben we het over gehad, heel traag en lokaal zich voordeed. Eind van de 18e eeuw had bijvoorbeeld Adam Smith totaal niet in de gaten dat eigenlijk de fundamenten voor een structurele verandering van de wereld al waren gelegd. Men zag dat niet, men ziet dat eigenlijk pas naarmate de 19e eeuw vordert en eigenlijk pas na 1850. Pas dan, niet waar, wordt zichtbaar dat de wereld inderdaad grondig gaat veranderen. Had die stoommachine, was die niet uitgevonden, dan zou waarschijnlijk een industriële evolutie niet hebben plaatsgevonden. Was de mechanisering van de katoenindustrie in Engeland niet op gang gekomen, dan was dat waarschijnlijk ook niet gebeurd. Het was deels de synthese van die twee processen die leidt tot een versnelling van de technische en industriële ontwikkeling. En die twee zaken, de stoommachine aan de ene kant en de katoen, de mechanisering van de katoen aan industrie aan de andere kant, die hebben ook weer ingewikkelde wortels. Want die mechanisering van de katoenindustrie hing weer samen met de exploitatie en exploratie van de wereld door de West-Europese naties. Want ik roep het u even in herinnering. De East India Company importeerde katoenen weefsels uit India naar Engeland. Daar maakte de Engelse textielindustrie zich zorgen over. Die liet de wetgeving aannemen, de Calico Acts, waarin die import van katoen werd verboden. En dan, als dat verboden wordt, ontwikkelt zich in Engeland een eigen katoenindustrie. Die tenslotte het tragische en paradoxale effect had dat India de grootste importeur wordt van het Engelse textiel, terwijl het vroeger dus de grote exporteur was van katoenen stoffen. Waar kon dat ook gebeuren? Omdat Engeland India in een strategisch militaire greep had. En dat was weer het gevolg van die militaire revolutie die zich vanaf de late 15e eeuw in Europa had voltrokken. Die expansie van Europa wereldwijd ging gepaard met enorme hoeveelheden geweld. En het Europese geweld was dodelijk en efficiënt geweld. Dat was een van de grote verschillen tussen
Nou, we zeggen al die lui buiten West-Europa en de West-Europeanen, dat wij gewoon geschoolde, meedogenloze moordenaars waren. En dat kwam ook omdat onze wapens beter waren. En dat kwam bovenal omdat we gedisciplineerd vochten. Als u wil weten wat is ongedisciplineerd vechten, moet u naar die aangrijpende beelden kijken van de Syrische burgeroorlog. Dan zie je van die boze jongens rondrennen met zo'n machinegeweer die maar een beetje in het wilde weg staan te schieten. Ik geloof dat ik het er alles over gehad heb. Dat je denkt van wat ze zouden moeten doen is dat ze al die oude handboeken soldaat, die moeten ze naar Syrië sturen. Het is duidelijk dat die lui geen enkele instructie hebben gehad in hoe je moet vechten. Want hoe je moet vechten is een heel lastige klus om dat te leren en om ook voldoende discipline te hebben om dat daadwerkelijk zo efficiënt mogelijk te doen. Maar een beetje vanzelf aan dat raadselachtige gebeuren komt dat de Duitsers zo fantastisch konden vechten. Als je het vergelijkt met hun tegenstanders in de Tweede Wereldoorlog. Maar u begrijpt dat dat geen populair onderwerp is. Als je ooit naar oorlogsfilms hebt gekeken, dan denk je dat die Duitsers zo stom vochten. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar u moet daar altijd bij bedenken, in de werkelijkheid was het precies omgekeerd eigenlijk. Goed, dat geef ik u als leuke historische les dan nog eventjes mee. Ja, die exploratie en exploitatie, dat was een absoluut essentieel element. En dan komen we natuurlijk aan die stoommachine. Want waarom is dat ding uitgevonden in de late 17e eeuw? En in de vorige 18e eeuw, hè, dat is, we hebben ook gezien dat dat eigenlijk door allerlei mensen de basisprincipes al waren bedacht. En nou ja, van het een kwam het ander. Als het Newcomen niet was geweest, was het waarschijnlijk iemand anders geweest. Maar zonder de wetenschappelijke revolutie was de stoommachine nooit uitgevonden. Want dan hadden ze geen weet gehad van het vacuüm en al die andere, van die expansie van het water als je het verhit, als je er stoom van maakt, van de luchtdruk, al die zaken die je moest meten om een stoommachine in principe te kunnen construeren. En dan is er natuurlijk nog een volgende vraag. Waarom is die stoommachine in Engeland uitgevonden? Waarom heeft de industriële revolutie zich in Engeland voltrokken? En niet bijvoorbeeld in, pak een beet, de Hollandse Republiek. Als u ooit iets over de industriële revolutie heeft gelezen, dan weet u dat eigenlijk altijd wordt beargumenteerd dat de hoofdoorzaak van die industriële revolutie, dat is de institutionele orde van Engeland. Een liberale institutionele orde. Dat wordt gezien als de hoofdoorzaak. Vandaar ook dat in het neoliberale sprookjesboek Engeland, ja ik zeg het expres zo, dat zal nu duidelijk zijn, Engeland wordt opgevoerd als, natuurlijk moest de industriële revolutie zich daar voltrekken, want dat was het meest liberale land ter wereld, A, B, de belastingen waren laag, C, de overheid was klein. En eigenlijk zijn al die drie dingen niet waar. Want vergelijkenderwijs had Engeland helemaal geen kleine overheid, maar zelfs een vrij ruim bemeten overheid. Vergelijkenderwijs, dan kunt u dan ook al beredeneren, waren de belastingen helemaal niet laag in Engeland, maar vrij hoog. Idem dito, de andere meest succesvolle staat ter wereld op dat moment, de Hollandse Republiek, had een relatief omvangrijke overheid en een relatief forse belastingbetaling. Je moest flink wat u kunt ook wel nagaan waarom. Die beide landen hadden een wereldwijd handelsimperium opgebouwd, wat verdedigd moest worden in voorkomend geval. Hoe deed je dat? Met een omvangrijke, hypermoderne oorlogsvloot. Net precies wat we nu niet meer nodig hebben. Hè? Ja, ik begrijp, daar wordt helemaal niet op gereageerd. Dat wij met geleide wapenkruisers Somalische zeerovers bestrijden. Hè? Vindt u dat niet gek? Ik moet zeggen, ik vind het vrij gek, maar ik zou zeggen, denk er eens over na, hoe gek het eigenlijk is dat we dat doen. Zo'n geleide wapenkruiser kost enkele honderden miljoenen, terwijl je met een jachtgeweer bewapende motorkruiser kun je ze ook bestrijden. Hè? Dat is een stuk goedkoper, ben je dan uit. En dan ben je nog dapperder natuurlijk, dat je het met relatief eenvoudige middelen hebt gedaan. Ja, dus dat is al helemaal niet waar. Het waren juist landen met een relatief moderne, omvangrijke overheid die hoge belastingen vroeg.
Maar dat was het grote verschil met een hoop andere landen. Die belastingen werden efficiënt gebruikt. Er werden dus geen megapaleizen van gebouwd. Denkt u aan Frankrijk, hè? Eigenlijk nog steeds het probleem van Frankrijk. Nou ja, kort samengevat. Nee, ze deden er nuttige dingen mee. Ze behielden een vloot op de been. En dat was van enorme betekenis. Was Engeland het meest liberale land ter wereld? Helemaal niet. Wat was het meest liberale land ter wereld? Dat was de Hollandse Republiek. Dat was een land wat puur en alleen gericht was op geld verdienen. En ja, daar kijkt u waarschijnlijk nu op neer. En u zit een beetje te moraliseren in uw hersens van schande en zo. En hadden ze geen hoogstaande principes? Nee, ze hadden heel weinig hoogstaande principes. Maar u moet er maar bij bedenken dat omdat ze alleen maar geld wilden verdienen, waren er in Amsterdam twee reusachtige synagogen. Voor de Joden die weggejaagd waren in Portugal en in Spanje vanwege de hooggestemde principes die men er in die landen op nahield. Althans, die de inquisitie erop nahield. Die zelf dacht dat het heel hooggestemde principes was. Je kunt veel beter geregeerd worden door cynische geldverdieners dan door ware gelovigen. Ja. Echt waar. Denk er maar ook weer, God, u moet weg naar huis, zult u zo ontzettend nadenken dat u echt min of meer spontaan van de fiets valt, als ik het zo even naga. Ja, en dan blijft dus de vraag, waarom in Engeland? Waarom is die stoommachine in Engeland uitgevonden, als dat dan zo is? En er is eigenlijk maar één factor die in Engeland totaal anders is dan in alle andere landen waar het toen economisch zodanig goed mee ging, dat ze in principe in staat zouden zijn geweest om een stoommachine uit te vinden. Want die vraag is natuurlijk wel gesteld, had het ergens anders uitgevonden kunnen worden? Ja, als je natuurlijk het principe kent van luchtdruk en vacuüm en je bedenkt dat van dat gedoe met zo'n zuigertje in zo'n cilinder, dan is het door iedereen te bedenken en het was door allerlei mensen. Het was oorspronkelijk door een Fransman bedacht, die Papin. Maar het verschil in Engeland was natuurlijk, in Engeland was er een zekere behoefte aan een dergelijk apparaat. En waarom was er een behoefte aan een dergelijk apparaat? Vanwege de kolenmijnbouw. Van de zeer omvangrijke kolenmijnbouw. Londen werd volledig verwarmd met kolen. Denkt u aan de Londense smog. Waarom konden al die moordenaars hun gang gaan? Omdat het in Londen altijd mist. Nu niet meer, dus nu worden er ook veel minder gemoord in Londen dan vroeger. Leest u Conan Doyle. Eigenlijk was Londen een ideale moordstad als gevolg van de kolenstokerij. Ik weet niet, is een van u wel eens in de eenmalige DDR geweest toen hij nog niet eenmalig was? Weet u nog waar het naar rook? Naar bruinko, ja. Je was checkpoint Charlie nog niet voorbij of je dacht, waar ruikt het toch naar? Naar bruinko, hè? Die gezellige lucht van de vroege jaren 50. In Nederland. Nou ja, wij verstookten geen bruinkool, maar gewoon normale kolen. Maar dat gaf een totaal andere lucht. Die lucht is weg, die bestaat niet meer. Je zou in een museum eigenlijk een speciaal luchtkamertje moeten hebben. Hè? Dat je op een knop drukt en dat je de rioolstank van de late 19e eeuw. En dan dat je om de 10 jaar een geurknop kunt indrukken. Hè? En nu ruik je deodorant, dat is het ergste van alles. Ja, wat had Engeland? Engeland had kolenmijnen. Dat is eigenlijk de oorzaak dat de stoommachine, plus die wetenschappelijke revolutie, oké, het was een kennisrevolutie, hou dat in het oog. Maar zonder die kolenmijnen was die stoommachine waarschijnlijk niet uitgevonden. Want hij is uitgevonden om die kolenmijnen droog te pompen. Dat was de primaire functie van die allereerste stoommachines. En eigenlijk was dat ook het enige waarvoor ze bruikbaar waren. Pas als Watt de zaak gaat verbeteren, beginnen het machines te worden die eventueel ook elders gebruikt kunnen worden. Dus je kunt eigenlijk de wonderlijke, paradoxale stelling aan. Ik ga even nog een grondje suiker erin gooien. Geraffineerde suiker. Hartstikke ongezond. Dat je dat voortdurend denkt tegenwoordig. Hè? Dat is eigenlijk dat je hele consumptie bedorven is door dat gezeik over gezond en ongezond. Dat je gewoon veel minder kunt genieten van poffertjes dan vroeger. Het zou mij niet verbazen trouwens als uit onderzoek op korte termijn zou blijken dat poffertjes enorm gezond zijn.
dat ze ideaal zijn voor de bestrijding van de vrije radicalen. Nou ja, misschien kunnen ze daar ook nog eens een leuk college aan besteden. Ja, je kunt stellen, en ik ga het nu stellen, dat het is niet zo dat door de industriële revolutie wij fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Maar eigenlijk is het zo dat door het gebruik van fossiele brandstoffen de industriële revolutie is begonnen. Zonder die kolenaders die in Engeland zo dicht aan de oppervlakte lagen, die in feite al 200 jaar intensief gebruikt werden, zou het er waarschijnlijk niet van zijn gekomen. Althans, dat is de enige, volgens mij, originele mening die ik gedestilleerd heb uit het lezen van al die boeken over die op zichzelf zo fascinerende periode. We kunnen het er wel over eens zijn dat het de wereld ingrijpend heeft veranderd. Maar denkt u even aan stoomlocomotieven. Wie ontwikkelde die stoomlocomotieven? Mijningenieurs. Waar werden ze in eerste instantie voor gebruikt om treintjes te trekken die kolen transporteerden? Stockton Darlington is aangelegd als een kolenlijn. Niet voor passagiers, als een kolenlijn. Dus daar ligt toch in feite uiteindelijk de kern van de stoommachine-revolutie. Dan tenslotte nog iets over de periodisering van de industriële revolutie. Als u er ooit eens over hebt gelezen, zult u gezien hebben dat er alle mogelijke jaartallen worden gegeven. 1750, 1850, 1780, 1850, 1700, 1850, nou van alles en nog wat. Als het zo arbitrair is, dacht ik bij mezelf, dan mag ik zelf wel iets verzinnen als periodisering van de industriële revolutie. En mijn voorstel eigenlijk om het te laten beginnen in 1650, dat is omstreeks de tijd dat allerlei onderzoekers in Europa erachter komen. Denkt u aan de Magdeburger halve bollen, denkt u aan Galilei, denkt u aan Torricelli. Hoe eigenlijk luchtdruk en vacuüm in elkaar steken, zodat eigenlijk onmiddellijk ook de eerste ideeën opduiken over hoe je dat zou kunnen benutten. Die twee ontdekkingen waarvan Aristoteles dus had gezegd dat het allemaal niet kon. 1650 lijkt me een mooi moment. En ik doe er helemaal niet moeilijk over. Volgens mij is de industriële revolutie nog steeds gaande. Wij denken op zo'n wonderlijke korte termijn. Ons hele denken is eigenlijk korte termijn denken. Maar wat begon in Engeland, in, nou ja, wanneer u maar wilt, ergens tussen de late 17e eeuw en de late 18e eeuw, is een proces wat nog steeds in volle gang is. Alleen was het eerst Engeland en toen was het België en Duitsland en de Verenigde Staten en Japan. En eigenlijk leven wij nu in een periode van revolutionaire versnelling van de industriële revolutie in de zin dat miljarden mensen in Azië ook bezig zijn aan een industriële revolutie. Uiteindelijk met precies dezelfde effecten als die revolutie in al eerder in West-Europa en in de Verenigde Staten heeft bewerkstelligd. En eigenlijk zal die revolutie pas klaar zijn wanneer alle wereldbewoners tot de laatste Amazone-Indiaan toe, niet waar, 's avonds denkt van, hé, ik switch eens even de televisie aan. Dat is vanavond The Voice. Ja, dat we al die moeite hebben gedaan, dames en heren, om tenslotte een toestel te ontwikkelen wat van een hemeltergende onnozelheid is, althans inhoudelijk, dat stemt de mens wel lichtelijk moedeloos, maar ja, u weet, het is vrijheid, blijheid, iedereen mag weten, mag doen wat hij wil, maar nogmaals, de industriële revolutie is nog steeds gaande. En het is nog steeds een even revolutionair proces als het was in de 18e eeuw. Dank u wel. Dan wil ik Maarten van Rossenbraag heel hartelijk bedanken voor de leuke serie lezingen de afgelopen weken. Weer een prachtige serie bij Studium Generale. En dan wil ik u namens Studium Generale graag dit cadeau aanbieden. Een klein stoommachientje. Dat leek me wel zo gepast. En ik kan niet laten om er ironisch aan toe te voegen dat de stoommachine die uitgevonden is in Engeland geleid heeft tot een geschenk wat beschreven wordt als een dampmachine.
Made in Germany. Ah, dat is toch mooi. Zijn er nog vragen uit de zaal? Leuke vragen, daar ben ik echt enorm op gesteld. Misschien over The Voice of... Ja, gaat u gang. Wacht, ik kom even bij u, dan kunnen de mensen thuis Maar ik zou hem toch herhalen hoor. Maar. De steenkolen zijn dus de oorzaak geweest van de aanzet tot de technische revolutie, zoals je dat zegt. Maar eigenlijk is het feit dat Engeland de bomen gekapt heeft en daarom aan de steenkool ging. Ja, heeft iedereen het goed verstaan? Oké. Okay. Ja, dat zou je... Maar toch, misschien heeft u een van mijn boeiende colleges overgeslagen. Want het vraagstuk van het houttekort is aan de orde gesteld, volgens mij. En ik heb ook lang gedacht dat het heeft natuurlijk iets te maken. Er stond geen boom meer in Engeland overheen. Maar dat is niet zo. Want wat je op ziet lopen in de loop van de 18e eeuw en nog scherper in de 19e eeuw is houtimport. En dat hout werd geïmporteerd uit Scandinavië en Canada. En toen heb ik al zo geestig gezegd, daar is voorlopig nog genoeg hout aanwezig, zelfs nu, om onze houtbehoeften in feite te dekken. Dus daar ligt het niet aan het hout. Want als u gelijk zou hebben, als het houttekort in feite de diepere oorzaak zou zijn van zeg maar de industriële revolutie en het kolengebruik, dan zou ook de houtprijs enorm opgelopen moeten zijn in de loop van de 17e en de 18e eeuw. En die is wel iets opgelopen, maar helemaal niet zo spectaculair als je zou verwachten. Ja, maar de kolen waren dus bij de hand en daardoor waarschijnlijk goedkoper. Ja, precies, maar goed, dat hebben we geconstateerd. Ja. Zonder die kolen zou het anders verlopen zijn. Zijn er verder nog vragen? Nou, ze houden ze rondlopen. Ik had zelf nog wel een vraag. U had het over de mechanisering van de katoenindustrie. Ja. En dat die heel belangrijk was. Was die vooral belangrijk doordat Engeland daarom zeg maar naar India wou? Voor die handel? Of wat is het gevolg zelf van die ontwikkeling geweest? Nou kijk, zij wisten niet dat het uiteindelijk zou leiden tot de mechanisering van de katoenindustrie. De macht van de Engelsen in India is stap voor stap toegenomen. Ook in de confrontatie met Frankrijk over zee is die macht toegenomen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een strategische greep van Engeland op India. Maar dat was niet intentioneel in de zin dat ze wisten dat daardoor India een enorme exportmarkt voor Engelse katoenindustrie. Dat ontstond min of meer vanzelf. En waarom was die mechanisering dan zo belangrijk? Wat konden ze daarmee? Omdat ze zo ontzettend veel katoenvezel en katoenen stoffen konden produceren nu, dat ze dat in Engeland zelf niet kwijt konden. U moet zich voorstellen dat Engeland toen per tijd, ik denk 15 miljoen inwoners had. Ze hadden enorme exportmarkten nodig om die industrie tot ontwikkeling te brengen. En eigenlijk, mijn betoog was eigenlijk dat de uitvinding van die stoommachine plaatsvindt in een tijd dat er eigenlijk nog niet weinig mogelijkheden voor machines waren. Want die mechanisering van die textielindustrie werd aanvankelijk aangedreven met waterkracht. Pas na 1830 worden daar op grote schaal stoommachines voor gebruikt. Hè, maar in 1830 of zeg maar in de twee decennia, 1830, 1850, is de context ontstaan waarin de stoommachine tot zijn volle recht kon komen. Hè, je zou kunnen zeggen de stoommachine in 1712 al iets te vroeg is uitgevonden. Vandaar dat aanvankelijk de ontwikkeling betrekkelijk traag gaat en alleen een lokaal karakter heeft. Die eerste 100 jaar, dat is bepaald niet stormachtig. En daarna treedt er een enorme versnelling op in dat technische veranderingsproces. Nou ja, denkt u aan de jaren 80 van de 19e eeuw. Misschien moet ik u nog een ontzettend leuk boek aanbevelen, zelfs twee delen. Jules Verne, die een typische vertolker was van de
zeg maar, het 19e-eeuwse optimisme over de creativiteit van de mens. En dat ene deel dat heet de luchtschipbreukelingen en het tweede deel, de twee delen samen heet het geheimzinnige eiland. En het eerste deel heet de luchtschipbreukelingen en het tweede deel heet de verlatenen. En het gaat om een man of vijf die in een luchtballon proberen te vluchten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Die worden opgepikt door een enorme storm en die komen tenslotte met z'n vijf op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan terecht. Maar Jules Verne heeft ervoor gezorgd dat er een ingenieur bij is. Ja, hoe dat nou, nou goed. En dat is het aardige van dat boek, dat stap voor stap deze vijf lui samen onder leiding van die ingenieur in feite de hele technische ontwikkeling van de 19e eeuw op eigen kracht ten uitvoer brengen. Ze bouwen een telegraaf, ze beginnen aan de georganiseerde landbouw. En alle spulletjes die ze missen, die worden door een geheimzinnige goede genius in kisten aan land gespoeld. Ja, ik ga niet verklappen wie de goede genius is, dat moet u zelf maar uitvinden. Het zijn twee geweldige boeken. Kan ze warm. Als u iets van de 19e eeuw wil begrijpen, leest u eerst de Graaf van Monte Cristo. En daarna leest u deze twee delen van Jules Verne. Alexandre Dumas is de betere schrijver, maar Jules Verne is ook erg aardig, moet ik zeggen. Het is wel typisch dat het twee Fransen zijn, hè? Merkwaardig. Nou ja, verder waren er geen vragen meer. U bent volkomen lam geslagen, zie ik. Oh, er is hier nog wel een vraag. Ik zat me af te vragen, heel laat in uw betoog komt de chemie en de chemische industrie aan bod. Ja. Waarom loopt die zoveel achter, zou je bijna zeggen, op de meer mechanische revolutie? Ik denk omdat, er was natuurlijk een hoop chemisch gepruts geweest in de tijd van de lui die dachten dat je van lood goud kon maken. U weet dat dat geen groot succes is geworden. Ik denk dat de moderne chemie, dat die toch de academische kennis nodig had, waarbij je weet wat met wat kan reageren, onder welke omstandigheden en onder welke temperatuur en druk. En de moderne chemie is natuurlijk eigenlijk volledig het product van de Duitse academische wetenschap. En de Duitsers waren de eerste die eigenlijk de academische wetenschap volop hebben ingezet om ook de industrie te dienen. En dat heeft vooral in de elektrotechniek en in de chemie hebben de Duitsers natuurlijk de leiding gehad in de wereld. Trouwens op helemaal op natuurkundig gebied. Maar ja, u weet tot 33. Hè. In feite, ja, die Duitsers zijn nog steeds ontzettend verdienstelijk en die doen allemaal nuttige dingen. Maar in de avant-garde van de moderne wetenschap opereren zij niet. En dat hebben ze aan zichzelf te danken. Ik bedoel, Einstein was hoogleraar in Berlijn. Ja, die is uitgeweken, zoals u weet, naar Princeton. Maar hij was hoogleraar in Berlijn. Leiden wou hij niet, dat vond hij toch iets te kleinschalig. Maar Berlijn wel. En gaat u maar na, wie was in de natuurkunde dat het Derde Rijk heeft rampzalige resultaten gehad voor de wetenschapsbeoefening in Duitsland. In zekere zin merkbaar tot op de dag van vandaag. Waar je aan ziet dat kortzichtigheid, ideologische bekommernis, zei ik niet, straks op zo'n geniale wijze dat je beter van geld verdienen bezeten halve haren kunt hebben dan lui die denken dat ze een ideologie hebben waarmee de wereld verklaard kan worden. Die ze aan u komen opdringen omdat u er geen reet van gelooft. Dat is het probleem eigenlijk. Mensen die bereid zijn om hun ideologie aan u op te komen dringen. U wilt dolgraag een vers kadetje eten op zondag, maar omdat er nu eenmaal staat dat de Heer gerust heeft op de zevende dag, is dat verboden. He? Heb ik u wel uitgelegd? Ja, je weet nooit precies wat je gezegd hebt, maar lees daarvoor het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus zegt, de Sabbat is er voor de mensen. De mensen zijn er niet voor de Sabbat. Dus kunt u ook bij gelegenheid. Nou, het gaat er mij maar om. Het gaat er mij maar om dat de ideologisch bevlogenen, de totaal overtuigden van wat voor leer of ideologie of wat voor geloof dan ook, niet waar deze wereld een onbeschrijfelijke hoeveelheid narigheid bezorgd hebben. He? Ik geloof is prima, maar hou het voor jezelf. Je moest eens weten wat ik allemaal geloof. He? Ja. Kan ik nog iemand het woord geven? Nee?
Als je kijkt naar zeg maar hoe ontwikkeling van kennis, van technologie loopt in de loop van de tijden, dan lijkt het er toch op dat er sprake is van een soort sprongen. Een soort een tijd waarin zeg maar, de wereld als het ware zwanger lijkt van een bepaalde idee die dan opeens tot ontwikkeling komt en dan leidt tot een conglomeraat van min of meer samenhangende uitvindingen. Dat lijkt trouwens wel op wat sommige mensen ook in de evolutionaire biologie hebben gezegd, maar dat heeft er waarschijnlijk niet direct wat mee te maken, alhoewel het wel zou kunnen. Maar u bedoelt dat punctuated equilibrium. Wat zeg je? U bedoelt dat punctuated equilibrium. Exact, dat bedoel ik. Ja, bedoel ik. Het zou kunnen zijn dat dat zeg maar, op een mathematisch niveau met elkaar te maken heeft trouwens. Hè. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wilde vragen. Omdat ik vraag me af, als dat nou zo is, als nou op die manier zeg maar, de wereld werkt, de mensen werken, de menselijke geest werkt, zijn dat dan niet eerdere sprongen geweest in vergelegen tijden, de uitvindingen van het vuur, van het wiel, van dat zou je toch bijna denken. Waarom zou dat dan per se alleen maar in die 50 jaar van de 19e eeuw zijn gebeurd? Dat is bijna niet voor te stellen natuurlijk. Nou, we hebben een ander voorbeeld van zo'n revolutionaire ontwikkeling, namelijk de ontdekking van de landbouw. Ja. Alleen voltrekt zich dat over dat is een proces van duizenden jaren. Eigenlijk bepleit ik enigszins naar analogie van de agrarische revolutie om de industriële revolutie ook wat meer historische ruimte te geven. Ja, misschien ging alles langzamer toen. Dat zou natuurlijk kunnen, hè? Dat zeg maar overigens is die hele theorie van dat punctuated equilibrium, dat is bepaald niet breed aanvaard. Dat doet zich onder bepaalde omstandigheden misschien wel voor. Ik denk wel dat, laten we zeggen, als je naar het theoretische werk van Maxwell kijkt, dat je daar een heleboel dingen uit kunt afleiden die in de decennia daarna ook gerealiseerd zijn. Maar u miskent een beetje de geleidelijke ontwikkeling. Laten we de dieselmotor als praktisch voorbeeld nemen. Die is uitgevonden in de jaren 90 van de 19e eeuw. Op basis overigens van heel overtuigende natuurkundige principes. De diesel was een gestudeerd ingenieur. Maar die dieselmotor is sinds die, als u moet straks even op Wikipedia, hoewel natuurlijk één vandaag er niet meer in gelooft, maar daar zou ik niet al te veel betekenis aan hechten. Ze zouden er beter iets meer in kunnen opzoeken en iets minder over kunnen lullen wat mij betreft. U moet eens kijken naar een plaatje van de eerste dieselmotor. Ik gaf al het verschil. En af en toe een bijdrage leveren, hè? Ook, dat is ook belangrijk voor Wikipedia. Ik betaal regelmatig aan de Wikipedia en ik roep iedereen op dat ook te doen. U krijgt zelfs een bedankkaartje van die bovenste baas van het spul. Dat is ook fijn. Hoewel je denkt dat zonde van het geld, zo'n kaartje. Maar goed, dat begrijp ik dan niet. Als u kijkt hoe de dieselmotor in een personenauto in de afgelopen halve eeuw verbeterd en veranderd is. Dat nu. U kunt nu, als u 110 rijdt met een moderne turbodiesel, kunt u niet horen in een beetje auto of dat een dieselmotor of een benzinemotor is. Terwijl nog geen 30 jaar geleden was er geen twijfel mogelijk, hoorde je een enorm geratel en gebonk uit het vooronder vanwege die dieselmotor. Dus het punctuated equilibrium veronderstelt een beetje dat er plotseling, wat deels wel het geval is, zich voor revolutionaire veranderingen voltrekken. Maar daarna begint vaak een langlopend proces van geleidelijke stap voor stap verbetering van de technologie die in eerste instantie ontdekt is. Neem de dieselmotor. Ik denk dat diesel zelf nooit gedacht heeft aan een 100.000 pk dieselmotor. Waarvan je een hele zuiger stil kon zetten om er een nieuwe in te monteren terwijl de andere zuigers gewoon doorwerken. Waar ik ook verbaasd over was, moet ik u eerlijk bekennen, toen ik las dat tot de mogelijkheden behoort. Want het is eigenlijk zo dat als een technologie ontdekt wordt, neem nu bijvoorbeeld de elektriciteitsopwekking, en alles wat daarmee samenhangt, dat het vaak zo'n driekwart eeuw duurt voordat die technologie tot volle wasdom is gekomen. Voordat je kunt zeggen, nou nu hebben we producten waar, vandaar dat ik het voorbeeld van de 747 gaf. De eerste 747 vloog in 1969 en er is ondertussen ook daar op dat terrein van alles verbeterd, maar dat is een ontwerp wat nog steeds in de basis in feite voldoet aan de eisen die oorspronkelijk aangesteld werden, namelijk het transport van grote hoeveelheden mensen.
Dus ik ben niet helemaal overtuigd van de eeuwige werkzaamheid van het punctuated equilibrium. Dat betoogde ik ook helemaal niet hoor. Mijn vraag was meer van, zijn er niet dit soort momenten? Maar ik vind die landbouwrevolutie is op zich een goed voorbeeld, maar er zijn misschien wel meer van dat soort punten aan te wijzen. Kijk, die landbouwrevolutie, neem nou dat, u kunt ook zeggen de ontdekking van het wiel, en hoe heet die vent uit Amsterdam die zo'n heel boek heeft geschreven over de ontdekking van het vuur, al weten we helemaal niet precies wanneer dat precies gebeurd is en wat voor effecten dat in eerste instantie gehad heeft. Maar het is natuurlijk wel, ja, het is een hartstikke nuttige ontdekking. Ja, je zult maar elke dag zo'n rauw stukje vlees moeten eten. Het is wel ontzettend fijn om het eerst even in het vuur te houden natuurlijk. Dus ja, soms punctueert, als u die voorbeelden van Gould, als u die naleest, dan gaat het bijvoorbeeld om een meer wat geleidelijk aan droog valt. En de slakken die in dat meer wonen, die denken, potverdomme, het gaat droog vallen. En daar versnelt zich dus het evolutionaire proces zodanig dat ze ook een eventueel droogvallen van het meer kunnen overleven. Dus je kunt je omstandigheden voorstellen waarin het evolutionaire proces noodzakelijkerwijze versneld moet worden. En het vaak ook doet. Het meer moet natuurlijk niet in 2 jaar droogvallen, want zo hard gaat het in het algemeen niet. Maar als het maar geleidelijk aan, ja, dan doet zich dat voor. Ja, er zijn ook mechanismen die al honderden miljoenen jaren in principe uitstekend werken en nog steeds uitstekend. Neem de kakkerlak. Ja, het is echt een topontwerpje. Die beesten zijn geloof ik al 300 miljoen jaar zo'n beetje hetzelfde qua bouw en uitrusting. En nou ja, de heren zag dat het goed was en hij heeft het zo gelaten. Hè? Hij is gek op die beesten. Wij zijn een heel recent ontwerp en... Nou ja, het eindoordeel is nog niet binnen eigenlijk. Dus we wachten het af. Maar nogmaals, ook de agrarische revolutie kunt u zo zien. Al heb je daar natuurlijk ook die voltrekt zich binnen een tijdspanne van zo'n 5000 jaar in totaal. Als je naar alle verschillende agrarische revoluties kijkt. Maar ook daar zie je natuurlijk een geleidelijke verbetering van hoe je dat aan moest pakken, de landbouw. He, dat bij uitputting van de grond en dat je zo'n drieslagstelsel nodig hebt en dat je die koeien genetisch kunt manipuleren. We hebben het al over die schapen gehad. He. Die luien werden in het begin voortdurend in hun poten gebeten en nu hebben we ze zo getemd dat ze dat niet meer doen. Dus ook daar zie je, ja, er is een fase van versnelde ontdekking en misschien wel in eerste instantie versnelde ontwikkeling, maar daarna heb je een hele lange... En nog steeds, onze landbouw ontwikkelt zich nog steeds. Denk aan die varkensflets en wat we allemaal niet te wachten staat. En worden de radijsjes al niet gekweekt onder kunstlicht en met stromend water waar voedingsstoffen in zitten en zo. Ja, je moet er niet aan denken dat wij dat ook moeten gaan doen natuurlijk. Ja, u ziet, ik lul me door, dus ik, ik hoop dat uw vraag beantwoord is. Nogmaals, hartelijk bedankt. Maarten van Rossum, nog één keer een hartelijk applaus graag. Als jullie nou meer lezingen van Maarten van Rossum willen zien, kijk dan ook eens online. Er staan een stuk of 20 lezingen, die kan je zo ook terugkijken.